Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij het podcast Over Alles Efteling met Tim Insen en Paul Sprongers. Het is bijna zover, in. Ja, bijna gaat Dans Macabre open. En dit voelt voor mij echt als de eerste opening in de kleine boodschaphistorie van echt een grote nieuwe attractie. Ik weet dat het een vervanging is en was Max van misschien ook wel een ja. soort van, maar er voelde toch een beetje als uitbreiding op of zo. Dat voelt toch anders als dit. Weet je al hele grote delen hergebruikt en hier is er iets compleet nieuws neergezet. Ja, maar het is inderdaad een opvolger van het Spookslot. Dan krijgen we een discussie over terminologie. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat dit de allergrootste attractie is die opent in de kleine boodschaphistorie. Ja, als ik een rijtje maak zeg maar, eh, begon 1998, Symbolica, komt dan nog Max van tussen zijn fabula. En dan Dans Macabre. Ik heb het idee dat die tweede tussen toch uit zou mogen schrappen. Dus op een of andere manier. Dat hmm, wil ik niet zeggen. Ik vind Max en Moritz ook wel een, een volwaardige nieuwe attractie hoor. Misschien is het dat dan nog in de coronaperiode is geopend. En dat het daarom misschien niet zo groot voelt of zo. Maar een grote nieuwe attractie. Een grote investering. En die gaat gewoon bijna open. Hier hebben we heel lang naartoe geleefd. Zeker. En ja, vandaag, de 413e aflevering van Kleine Boodschap. Is de allerlaatste nieuwsaflevering. Voor de opening van Dans Macabre. Zeker. Ja, en de afgelopen dagen is het wel vrij actief op social media... met allerlei lekken en zo. Uh, Loeping heeft er ook wat artikelen over geplaatst. Daar uh, gaan wij van wegblijven. Nou, we gaan het er wel heel even over hebben... wat we daar nou van vinden. Ja, maar we gaan niet de inhoud ervan bespreken. Dus nou, als je alle making-of's van de Efteling hebt gekeken... en de blogbericht die de Efteling zelf plaatst... Nou, die informatie daaruit gaan we wel analyseren. Ik heb trouwens al die, die lekken... Daar heb ik bijna niks van proberen te kijken. Ik probeer er nog een beetje omvervang in te gaan. Laten we het dadelijk even over hebben. Ja, ja, ja. Maar goed om te weten... Deze aflevering is dus volledig spoilervrij. Tenminste, als je de Efteling communicatie hebt bijgehouden. Ja, precies. Dus we gaan <laughs> wel bespreken wat de Efteling heeft, naar buiten heeft gebracht. We gaan niet de inhoud in als het gaat om de verschillende gelekte foto's en video's van de afgelopen dagen. Ja, zeker. En nog uh, goed om um even aan te halen wat hadden al wel in de nieuwsaflevering ervoor. Maar er is een bonusaflevering uitgekomen. Want sommige mensen kijken alleen maar op maandagochtend in een podcast hebben en zien dan eens klaarstaan, maar deze kwam natuurlijk midden in de week uit. En uh, dat was aflevering 411. Toen zijn we gaan kijken op de bouwplaats van Hans en Grietje, hoe het huisje weer is uh, herbouwd. En ja, dat was weer een heel tof avontuur voor ons. Hè? We zijn weer opgesloten in de gevangenis van de heks. Het was uh, zeer gezellig, ja. Ja, dus uh, ga die aflevering zeker even luisteren als je hem nog niet hebt gehoord. En wat trouwens ook leuk is, we hebben op uh, onze social media kanalen ook wat, uh, wat foto's geplaatst van de opname waarbij je ons onder meer in de gevangenis uh, ziet zitten. Dus wil je een kijkje achter de schermen. Bij Hans en Grietje. En tijdens die opname, check dan even onze social media. Nou, mienwaardig materiaal, denk ik. <laughs> denk het ook. Ja. En check ook zeker even de laatste 30 seconden of zo van de aflevering. Die mag je zeker niet overslaan als je de auto normaal gesproken skipt. En dan is natuurlijk een grootste reminder, en die zal je de komende tijd nog wel vaker horen. Maar we doen mee met de Villa Produce Winterrun en Winterwalk. Met team kleine boodschap. Eigenlijk vier teams kleine boodschappen. Ja, dat klopt inderdaad. Het is een beetje ingewikkeld. Maar we zien onszelf als één grote club die meedoet. Maar we doen op iedere volwassen afstand mee voor zowel de run als de walk. En ons team is vrij groot gegroeid, inmiddels. Tim. Ja, inmiddels doen er bijna 150 luisteraars mee. Wat echt ontzettend tof is, heel mooi om te zien hoe betrokken iedereen is. En ondertussen is er zelfs al bijna voor 10.000 euro gedoneerd aan onze deelnemers. En we doen het natuurlijk allemaal voor de kinderen in Villa Padoes. En hun families. Ja, en wat we ook al een paar keer hebben gekregen, is dat we met een speciaal item gaan komen rondom deze winter in. En dat gaat ook gebeuren. Zeker, want we gaan een kleine boodschap Muts uitbrengen. We hebben daar tot nu toe zelf alleen nog maar wat beelden van gezien, maar die ziet er echt enorm vet uit. Schitterende blauwe muts met ons logo erop, natuurlijk, in het wit. En die gaat binnenkort beschikbaar zijn. Dus samenwerking met pretparkwinkel.nl. Alle opbrengsten van die verkoop, trouwens, die gaan ook gewoon weer naar Villa Padus. Waar ze we geen cent aan over. Nee, dus daar sponsoren we ook Villa Padus mooi mee. En zodra het allemaal rond is, want het van exemplaren met onze kant nog opkomen, dan zullen we het meteen op social media delen. En dan moet het uiteraard in de eerstvolgende nieuwsaflevering. Volgens mij gaan we wel werken met een pre-order situatie hier. Dus dan weten we een beetje hoeveel muts we moeten bestellen. Want dan moeten ze in één keer laten maken. Maar daar zien we wel hoe het komt. En waarom nou een muts? We zaten eerst te denken doen we een hardloopshirt. Maar ja, als je dan aan de winterwolk meedoet, heb je het wel erg koud. En toen dachten we, <laughs> ja. doen we dan een kleine boodschap hoodie. Maar dan krijg je het weer heel warm als je aan het rennen bent. Ja, soms heb je een jas eroverheen. Misschien is het een matig weer en zo. En die mutsen, die kan je mooi herkenbaar opzetten. En ook een mooie referentie aan de winter Efteling mutsen. Hè? Ja, misschien volgend jaar een sjaal tim, het jaar erop mooie regenlaarzen. En dan zijn we straks helemaal de kleine boodschaps uitgedost. Hè? <laughs> ja, precies. <laughs> Ik ben voor. Ik hey, denk genoeg over Villa Perdus. Het is wel tijd om de Efteling in te duiken Jazeker, en dan gaan we eerst nog wat de follow-up behandelen. En dan kijken we eerst terug naar aflevering 410, de vorige nieuwsaflevering. En daarmee kregen we een mail van Dami, want die reageerde op uh, onze opmerking... dat Alad Blom ons niet direct iets zei. De regisseur van uh, de nieuwe Efteling Musical die gaat draaien. Stel dat je amateurs dat ze zijn. Nou ja, stel dat je theateramateurs dan op zijn minst. Maar hij schrijft, Alad Blom is natuurlijk bekend van allerlei andere Efteling Musicals... zoals Sprookjesboom 1, 2 en 3, Pinocchio, De Sprookjesbrokelaar en andere. Dat is uh, toch goed dat uh, Dami dat even meldt, Tim. Ja, inderdaad. Dankjewel, Dami. Of Demi. Uh, ik zeg trouwens ook nu dat Allard Blom op dit moment ook de regisseur is van uh, de spektakelmusical Musical 4045. Ja, van de Studio 100. Dat is niet de minste musical. Ja, volgens mij wil hij een beetje de nieuwe Soldaat van Oranje worden. oh ja, zou hij ook zo lang moeten gaan spelen? Ik dacht dat Karel op weg was om de nieuwe Soldaat van Oranje te worden. <laughs> dat, qua, qua, qua speelduur wel inderdaad, ja. ja. En we kregen ook via Instagram nog een berichtje en die ging dan weer over het feit dat Heineken wel eens het bier kon gaan leveren binnen de wereld van de Efteling. waar wij daar uh, enigszins twijfelachtig uh, over waren, of dat ook het idee was. Uh, maar daar kregen we berichtjes uh, onder andere over binnen dat Afligem en Tessels ook van Heineken zijn en mm. dat dit mooie speciaal bieren zouden kunnen zijn. Oh, maar dat verandert de zaak. Als er een Tesselse skumkop wordt verkocht in de Efteling, dan uh, zeg ik daar geen nee tegen. Dat is een biertje wat jou wel graag over de tong laat glijden, Tim. Dat is een zeer gewaardeerde biermerk ja, bij ons thuis. Overigens Tessel in algemene zin ook hoor. Daar heb ik ook wel een uh, lichte connectie mee. Ja, maar dat is gelukkig nog niet van Heineken. En nog één uh, klein stukje follow-up op de vorige nieuwsaflevering. Onze glazen bol aflevering. Oeh, Tim, nog geen punten gescoord, hè? Nou, wel met terugwerkende kracht het jaar ja, ja, Maar dat gaat je helaas niet helpen. <laughs> ja, maar, maar aan het eind van de aflevering toen zaten we even te dubben over een uh, tv-show. Volgens mij noemden wij het toen dat het als het wel Cold TV was. Cold TV, ja. Maar dat was het zeker niet. Het was uh, Astro TV. En dat kregen we van heel veel luisteraars terug. Blijkbaar hebben we aardig wat luisteraars... die uh, in de vroege ochtend uh, RTL opzetten... om Astro TV te kijken. Ja, misschien hadden we uh, toen kunnen inbellen Tim... om te vragen wat hun uh, dachten dat, dat allemaal ging gebeuren... in de wereld van Nestling in het komend jaar. is een idee voor volgend jaar. Ja. Volgens mij bestaat het niet meer, dus dan hadden we het wel. Oh. <laughs> zo goed ben ik uh, op de hoogte van commerciële tv. Ik word het eerlijk gezegd, ook niet. Maar ik ga er het gemak vanuit. Het is uh, in ieder geval tijd om naar de hoofdonderwerpen te gaan... Nou, laten we dan maar eens gaan kijken naar Dans Macabre. Want daar is weer enorm veel nieuws over uitgebracht. Nogmaals, geen spoilers over de dingen die je dus op social media hebt zien langskomen. van gelekte videobeelden en foto's uit de attractie. Maar we bespreken wel alles wat de Efteling heeft uitgebracht. De 30 september, toen was er weer een enorme informatiedump. Daarbij kregen we een nieuw blog, nieuwe teasers met beelden uit de attractie en een making-of. En al die berichten waren ook voorzien van weer schitterende foto's. onder andere van het kerkhof in het donker en de kapel in de showverlichting. Ik moet zeggen dat de Efteling toch ook zelf wel heel veel weggeeft van Hans Wat mij betreft zal deze update niet per se uh, gehoeven. Dat had wat mij betreft nog wel wat meer in nevelen gehuld mogen blijven, hoor. Wat we gaan zien in de hoofdshow. Daar ben ik het mee eens. Maar ik heb goed nieuws, Tim. Ik heb uh, uit vrij betrouwbare bronnen begrepen dat nog zeker niet alles is gelekt... wat er allemaal te zien gaat zijn straks in de show. Gelukkig. Maar we weten in ieder geval van een aantal dingen wel te er gaat gebeuren. Maar eerst even over wat zaken buiten het gebouw. Want, eh... Uh, er is zo'n bouwwerk dus verschenen met die drie, ja, wat waren het? Kleine kapelletjes, enorm grote uitgevallen koekensklokken vanaf de achterkant <laughs> bekeken. Maar we weten inmiddels wat het is, Tim. Dit is het kabinet der vermisten. Ja, inderdaad. En uh, projectleider Laura Evers, die dan volgens mij een even knie is van de Tim Nusselijn, die uh, volgens mij ook projectleider is van het Dans Macabre project, die uh, vertelt op de blog wat meer over wat het kabinet der vermisten nou is. En zij zegt, uh, op dit grote aankondigingsbord hingen monniken vroeger de laatste nieuwtjes. Ook het internationale muziekconcours werd hierop aangekondigd. In een later stadium kreeg de kast een andere functie, omdat de muzikanten, die op de affiches zijn afgebeeld, op mysterieuze wijze zijn verdwenen in dit gebied. Het kabinet dient nu als herinneringsplek, waarin de naaste persoonlijke spullen van de verdwenen muzikanten hebben gelegd. Ja, en uh, wij hebben hier al wat dingen van gezien, ook in die making-of, en uh, dat ziet er allemaal heel vet uit, joh. Ja, inderdaad. Dankzij de making-of, maar ook weer dankzij een aantal luisteraars en andere efteling liefhebbers die uh, lekker driftig aan het fotograferen zijn met telelenzen. weten we dat, uh, dat die kasten gevuld zijn met allerlei verhalende elementen. Wat ik heel erg tof vond, is dat er een sitar uh, in staat. Uh, een uh, Oosters uh, instrument. wat je vroeger in het spookslot hoorde. bij de Oosterse Geest oh, en ja. ook in de voorshow. Echt een fantastische verwijzing naar het spookslot. Maar ook wat, wat, wat gedroogde rozen, wat tinnen servies. Ik zag een witte handschoen, een programmaboekje van een opera. De aankondiging van het muziekconcours natuurlijk, maar ook een strijkstok. Dus volgens mij zit dat hele kabinet der vermiste volgestouwd Met allerlei mooie verwijzingen naar enerzijds het verhaal van de Charlotte En anderzijds toch ook alweer het spookslot. Ja, en Dit is eigenlijk dus precies een van die elementen waar we de vorige keer over hadden. Gewoon zo'n onnodig element wat wel ja. heel veel toevoegt aan de omgeving waar je ook gewoon op je gemak even kunt gaan staan kijken. Meer attractiviteit buiten alleen de show natuurlijk. En dat is sowieso wel tof. Ja, gewoon puur decor en storytelling. Hè? Ja, wat ook wel tof was is dat ze in de making-of lieten zien hoe ze hier met toegankelijkheid omgaan. Want op die kast is ook Brian te vinden. Ja. Wisten? daar leek het op. Daar hebben ze in de video niet eens gemeld, maar het was toch wel zichtbaar. En er was ook wat video te zien van de zangeres en een harpspeler die gebarentaal deed. Maar dan is natuurlijk wel de vraag, hoe gaan ze dan die video brengen? Want dit had allemaal met het kabinet te maken. Dus gaan we daar schermen in krijgen ook? Ja, of zou het misschien uh, verwerkt zijn in een affiche of een krantenartikel, dat we bewegende beelden <laughs> <Die> gaan zien. Dat <laughs> komt bekend <ofzo>? voor ja. Ik <laughs> me meteen een klein beetje denken aan uh, Harry Potter. Ja, ja, ik ben heel benieuwd hoe dit uh, in de praktijk uit gaat pakken. Als de smaak van de verwerkt zit, gaat het wel werken, alleen je doet het buiten. Bijvoorbeeld in de Forbidden Journey heb je een wachtrij ook van die bewegende portretten. En die werken daar vrij goed. Omdat je daar gewoon met je overlichting, alles in de perfecte. Uh, ja, perfecte visuele staat kunnen brengen, zeg maar, door de effect heel overtuigend is. Maar als je dit in de buitenlucht doet, dan moet je gewoon echt enorm veel lichter erin blazen om dat zichtbaar te krijgen. Dus ik ben benieuwd hoe dit uh, uit gaat pakken. Ja, maar het voordeel is natuurlijk wel van deze kast: dat als je een affiche of het programmaboekje wat meer tegen de achterwand hangt, dan heb je natuurlijk wel uh, al een natuurlijke schaduw van die kast zelf. Hè? Ja, maar dat valt in de praktijk toch wel enorm tegen, denk ik. Ik zou het wel een heel vet effect vinden hoor. Maar heel tof om te zien dat ze dus en braille en gebarentaal verwerken in dat kabinet ter vermiste. Dat is ook zo, ja. En ik moet zeggen dat, dat dat wat we zagen van die opnames, dat het er ook wel ontzettend sfeervol uitzag hoor. De, de outfits die beide dames aan hadden, het voelde echt heel erg uh, 1800 zeg maar. Dat is echt heel erg tof gedaan. Heel veel uh, aandacht voor de details ook in die uh, videoopnames. En die operazangeres die we dus zien in de video, dat is ook een echte operazangeres. Ja, Enkele oplettende luisteraars, die uh, vonden namelijk enorm lijken op Francis van Broekhuizen. En die hebben het ook even gecheckt waar. En uh, het blijkt er inderdaad te zijn, ja. Ja, wel echt heel erg vet dat je een echte operazangeres vraagt om uh, een operazangeres te spelen. En we zouden dan ook misschien nog een rolletje hebben in de muziek. Of een hand in de muziek van uh, oh, de attractie. Wie weet. Ja. En wat ook wel tof is dat er ook nog wat Latijn op de kast te vinden ja. was. En een uh, die heeft die hier ontcijferd. Daar staat. de... Uh, ja, Tim, jouw latijn was beter dan, dan van mij volgens mij. Volgens mij staat er abatiay notate. Nou, en uh, schijnbaar betekent dat dus volgens die Noah let op de abdij. Ja, een heel tof uh, wie is de molesk detail. Een betere tekst trouwens dan op dat luikje bij uh, Pirae. <laughs> ja, zeker. <laughs> en, en we hebben inmiddels ook wel ontcijferd dat uh, allerlei letters die oplichten in de making of dat daar muzici memento mori uit uh, uitkomt, hè? oftewel muzikanten gedenk te sterven. Ja, dat is ook een sterk staaltyp, wie is de mol rondcijferwerk. <laughs> ja, heel cool. Hey, maar qua inclusiviteit en toegankelijkheid hield het daar trouwens niet op, Tim. Want de gasten met een beperking die gaan, zoals we eigenlijk weten, heel de wachtreis afleggen. Uh, ook als ze in een rolstoel zitten. En die kunnen dan ook samen weer naar buiten komen. En als je dan bij die wachtreis aan het eind van de uh, wachtrij aankomt, eigenlijk vlak voordat je het gebouw binnengaat volgens mij, dan moet je daar een keuze maken of dat je het laatste stukje door de kapel zelf loopt, dat je ook op de schijf kunt gaan zitten in een van de koorbanken. Uh, uh, maar je kunt ook ervoor kiezen om in je rolstoel te blijven zitten. En dan kun je dus naar het gewelf. Daar uh, ga je dan naar afdalen. Dan hoef je dus geen transfer te maken. En daar beleeft de gast dan samen met zijn gezelschap een mini-versie van de show. En dat hebben ze eigenlijk gedaan door een soort van 180 graden beeld daar te creëren. Waar dan op uh, eigenlijk de show op geprojecteerd wordt, inclusief surround sound. Gekeurd. En zelfs de verlichting is meegenomen in dat alternatieve showtje. Heel erg tof. net als een beetje de, de Miva-ruimte van Villa Volta, maar dan de 2.0-versie. Ja, daar hebben we wel een paar uh, versies tussen overgeslagen, denk ik. Ja. Dus die versie en deze. Heel cool. Ik zag trouwens volgens mij wel dat je de, de, de keuze moet je maken al op de loopbrug. Hè? Vlak voordat je het gebouw binnen gaat, dan wordt de ja. rij eigenlijk in twee gesplitst. Ja, daar hebben we ook al meerdere deuren gespot. Hè? Volgens mij drie stuks zelfs. We zagen trouwens in de making of ook Stan Dingemans in het gewelf staan. Ook een prachtig afgewerkte ruimte met mooie gestukte muren. En zo'n toorts uit de wachtrij van het Spookstad ook aan de muur. Heel mooi afgewerkt. Ik hoop dat we er ook nog een keer gaan rondkijken, Tim. Ja, maar goed dat je dat zegt. Want dat hebben we eigenlijk aan het begin van deze aflevering nog niet gezegd. Maar even los van onze gebruikelijke aflevering op de maandag. gaan we natuurlijk ook een speciale aflevering maken rond de opening van Dans Macabre. En die komt dan ja, en enkele dagen, denk ik, na de opening van Dans Macabre uit. Ja, met een beetje We kunnen we al uitbrengen op de dag van de opening, dus op de 31ste. Als we in ieder geval nu kijken waar ze mee bezig zijn, als we de making of mogen geloven, is vooral nou, de audio, de video, de verlichting en het programmeren. Ze zijn ook al aan het testen met mensen in de ride. Ja, ik zag wat verschillende mensen uit het projectteam en uit de afdeling Ontwerp op de schijf zitten. Volgens mij hebben ze dat ook wel capaciteitstests gedaan met personeel. Dus ja, we hebben echt richting de opening van die Ritter. Hey, en naast het blogbericht zijn er dus ook twee video's uitgebracht. Een hele toffe teaser van de attractie en ook een volwaardige making-of. En eh, nou ja, als je goed oplet, dan kan je daar ook een heleboel nieuwe dingen uit ontcijferen. Oeh, zeker. Nou ja, die, vooral die teaser, Tim. Want daar liet je gewoon letterlijk een aantal uh, animatronics zien eigenlijk, die we in de show uh, gaan zien. Ja, ik herhaal het nogmaals. Ik vond het echt jammer hoor. Dit had voor mij niet al naar buiten hoeven komen. Nou, als je dit dus niet wil meekrijgen, skip even in, uh, nou, ik denk een minuutje of twee, drie. <laughs> Kijk vooral niet de YouTube-video. Uh, nee, ja, dit, dit heb je waarschijnlijk allemaal wel gezien. Maar ja, dus die animatronics die, uh, waren, nou, wat mij betreft, het meest interessante ook sowieso van die uh, teasers. Maar daar zien we dus een dirigent, een organist en ik denk een, uh, ja, een soort zombie-skelet die een harp bespeelt als een van de orkestleden. En die, die bewegingen zien er echt heel erg goed uit. Ja, echt voor Eftelingse en animatronics bewegen ze echt uh, vrij heftig. Ja, want dat is natuurlijk heel moeilijk hè, om uh, losse armen en zo goed te laten bewegen. Daar is wel het voorbeeld, bijvoorbeeld van die dirigent. Die heeft geen staand lichaam. Het onderlichaam is er gewoon niet. Dus die kan wat op zijn schouders bevestigd zijn op iets. Waardoor je die beweging wat heftiger kunt maken zonder dat het hele, hele pop gaat meeschudden. Zeg maar. Dus daar ziet het meteen al wat, uh, wat beter uit. Als het voorbeeld, dit zijn al half vergane figuren. Dus die kunnen wat houten regel bewegen. Ja, daar mogen de armen ook een beetje van stuiteren. Hè? Ja, maar dat doen ze niet. Dus dat is, dat is mooi. Tenminste, daar lijkt het niet op. En als we heel goed kijken. Dan zien we achter een van die, uh, zijn er rozetramen Tim? Die ja, we, uh, zeker. Dan zien we wat uh, vage schimmen van nou, wat wel eens de rechters zouden kunnen zijn die we in het spookslot zien. Het zijn uh, drie figuren naast elkaar. Dus dan weten we eigenlijk al genoeg. Hè? Want uh, dankzij een foto van een aantal maanden geleden weten we dat de drie rechters terug gaan komen. Nou, er zaten ook wat bewegende beelden van de schijf uh, bij tijdens het testen. En hij gaat enorm scheef. Hè? Ja, je zag eigenlijk nu voor het eerst welke hellingzoek dat hij kan maken. Hè? Ja, dat is, nou, dat is vergelijkbaar met de, de schommel in Villa Volta. Ja, Maar op zo'n schijf ziet dat er ook iets spectaculairder uit nog. Zeker. En eh, ik zag trouwens ook nog een artikel in het Bravens Dagblad, waarin nu ook officieel werd bevestigd dat we uiteindelijk de show eindigen met een vol in de crypte. Natuurlijk een beetje de, de, de kelder onder de abdij. En eh, dat zich daar nog een showtje gaat afspelen. Hm, heel vet. En we zien ook dat de instrumenten in die bakken en binnen van de schijf, dat die dus bewegen. Dus wat we eigenlijk de vorige keer ook ja, ja. ja, En als je heel goed kijkt, dan lijkt die spookboek dus in een van die blaasinstrumenten te zitten. Dat is ook wel een mooi detail. Het deed me een beetje denken aan Jet in Carnaval Festival, die uit de tube allemaal komt. inderdaad. Dat klopt eigenlijk wel. Oeh, een beetje katoen hier. Ja, verder zagen we in de making of ook weer heel veel toffe beelden onder meer van de hele wachtreis en het, het huiverwoud. Nog beter dan het we al voorheen hadden gezien. Tenminste, het ziet er nog mooier uit dan dat we voorheen al hadden gezien. Ja. En uh, beelden van de klapperende deur in het mausoleum. Ja, en daar hadden we de vorige keer ook nog een discussie over: hoe gaat die werken? Ik denk dat het uiteindelijk de vorm is geworden die we eigenlijk het liefst zien. Hè? Want we zien Stan ook dan aan de deur trekken. En dan klappt hij weer. O en dan reageert hij heel erg verschrikt. Ja, Daar de de kan er aan gewerkt worden. Ja, ook weer mienwaardig materiaal, denk ik. En als je goed keek naar de beelden, dan was er te zien dat er ook bij Dans Macabre een klassiek bordje gaat terugkeren. Namelijk aangeraden wordt te passen op uw beurzen en uw tassen. Ja, inderdaad. ben wel benieuwd of dat dan er hetzelfde uitkomt te zien als het bordje wat bij het spookslot hing. Of dat we toch een, weer een nieuwe iteratie gaan zien hier. Ja, we zagen ook nog. Nieuwe beeld van de opname van de muziek. En we hoorden die nieuwe muziek ook trouwens in de making-of. Waarbij ook meer instrumenten zo hoorden. Dus ja. ik ben heel benieuwd hoe het daar in de praktijk gaat uitpakken. Het wordt echt wel een nieuwe versie van het Dans Macabre. Ja. Zoals we die nog niet eerder hebben gehoord. Zeker. Wat deed het met jouw verwachtingen, Paul van Dans Macabre? Alles wat de Efteling nog heeft weggegeven? Oeh, ja, die zijn toch wel hoog. Ja, bij mij ook hoor. Ja, er zit bij mij iets ontzettend stoms. En dat is gewoon in het aantal fysieke figuren wat we dus schijnbaar gaan zien. En waarvan we denk ik nog niet eens alles hebben gezien ja, daar brengt het hype-niveau wel op een iets hoger niveau dan dat het dan was. Het is wel extreem tof dat de Efteling eh, ook hier weer, net als in Symbolica, nog steeds met echte fysieke animatronics werkt. Hè? En niet alleen maar met, eh, met projecties of zo. Nou ik verwacht nog wel wat projectietrucjes eh, links en rechts in die attractie. Maar dat is zeker niet hetgene wat het meeste van de aandacht doet op huis, Nee, ik had al wel verwacht dat jij vooral eh, hyped zou zijn tegen <laughs> de beelden van de animatronics. Ik ben ook... Eh, Heel benieuwd naar die beweging aan de hand van die uh, video's die we hebben gezien. En vooral ja. hoe het in de echt straks gaat uitpakken. Ik moet zeggen dat bij alles wat de Efteling vrijgeeft. dat mijn verwachtingen steeds hoger en hoger en hoger worden. Ja, nee, ja. Uh, niet Kan maar. ook gevaarlijk zijn. Ja, precies, dat wou ik net zeggen. Maar uh, volgens mij, uh, ja. mijn uh, verwachtingen zijn torenhoog. En hey, we hadden het er net al even over. De, de Efteling geeft uh, in dit stadium uh, stiekem best wel veel weg. Maar wat denk ik heel erg zuur is. is dat er op dit moment. Uh, eigenlijk de, de afgelopen dagen. Uh, ongelooflijk veel uh, illegaal geschoten materiaal uitlegde. Uh, foto's, maar ook videomateriaal. Volgens mij deels gebaseerd of volledig gebaseerd op jongens die rondlopen in de hoofdshow. Ja, wel van een tijdje geleden. Als we de staat van de showblad met mogen lopen... ...volgens de schuiven nog niet bedrukt. Het, het werd in eerste instantie een beetje in fragmenten gedeeld. Volgens mij staat nu de volledige video ook op loopings. Waarbij je heel veel ziet van. De hoofdshow, wat we ook al wel wisten. Maar toch ook wel een hoop uh, zaken die weg worden gegeven die we nog niet wisten. En wat achter de schermen dingen die uh, laten zien hoe uh, bepaalde effecten werken. Oh. Heb ik me laten vertellen. Ik wou zeggen, ik weet van niks, want ik heb dit gewoon niet gekeken. Nou ja, ik weet ook absoluut niet wat, uh, wat de inhoud daarvan is. Want ik heb dus ook uh, ervoor gezorgd dat ik er uh, niks van zag. Want ja, ik moet zeggen, ik baal hier wel uh, ontzettend van hoor. Dat dit nu op dit moment allemaal uitlekt. Dit is dus wel zo zuur voor de Efteling en voor het projectteam. Ja, je wilt de communicatie op het moment waar je nu in zit in het project. Echt na de aanloop van de opening wil je natuurlijk in eigen hand houden. En ja. ze hebben stiekem zelf al best wel veel weggegeven, ja. dan komt dit er nog eens overheen. Ja, kijk, het is niet erg als je die show door en door kent dat je dit, dan dit soort dingen nog eens op je gemak gaat bekijken. Om gewoon een beetje uit te pluizen, misschien hoe het zit. Maar ja, ik doe het natuurlijk dus gewoon op dit moment niet meer. Want ja, natuurlijk vervolgen voor de podcast dit op de voet. Ja. Maar daar hou ik er nu toch een beetje mee in. Ja, nee, ik wil het ook absoluut niet zien. Ik, ik wil nog wel dat er iets van een verrassing overblijft <laughs> uh, voor uh, eind oktober. aan de andere kant een beetje nog uh, voor iedereen die spoilervrij wilde blijven voor de opening van Symbolica. En dat ze <laughs> een dag van tevoren alle onrides zelf online zetten, de Efteling. Ja, maar die hebben <laughs> toen ook nog niet gekeken, uh, moet ik zeggen. Nee, ik... ja, want toen hadden we de previews van de abonnementhouders wel. Nee, dat hadden ook nog niet gehad. Nee, dat had het bewust voor, volgens ja. mij. <laughs> dat was ook wel bijzonder. Ja. Dus de Efteling kan er zelf ook wel van. Ik vind dat ook altijd wel een duivel's dilemma. Hoor. Aan de ene kant wil je als Efteling liefhebber en podcast maken. Natuurlijk zoveel mogelijk weten en alles zien. Maar ja, ik vind het toch stiekem ook nog wel een lekker gevoel. Dat je een allereerste keer in een attractie gaat. En dat je dan toch verrast wordt op een heel aantal punten. Dat is een, een bepaald soort extatisch gevoel. Wat ik, ja, dat wil ik toch wel meemaken hoor. ja dat vinden wij zelf vooral in andere parken meestal. Want we dagen daar gewoon iets minder goed voor dan hier. Ja, maar mijn eerste keer Baron, mijn eerste keer Symbolica. En, en zeker vroeger, hè, toen, uh, toen de Efting nog gewoon dicht was in de winter... en er ook niet zoveel fanmedia waren die eerste keer in Villa Volta... Maar weet je wat dan toch wel vet is bij Dans Me Tim? Dat er ook een heel groot deel fysieke ervaring is... en die kun je gewoon echt alleen maar meemaken door erin te gaan. Ook al zie je de rit... Dan weet je nog niet hoe het voelt om op die schijf te zitten en daar rond te zwieren. Nee, en vooral het samenspel, denk ik, van en de rit en de muziek en de effecten en de verlichting. Ja. Dat zie je natuurlijk nergens. Maar toch, ja, nee, ik, ik baal er ontzettend van dat er nu van alles uh, gelekt wordt. En ik vind het ook uh, ja, niet bepaald respectvol daar. Uh, alle mensen die hier uh, al ruim twee jaar uh, dag en nacht aan werken. Ja, ik weet niet per se dat dat een probleem is. Hoor. Mensen die echt spoiler vrij willen blijven kunnen dat nog steeds. En mensen die echt alles willen weten kunnen ook alles zien. Maar het is zo zonde toch, dat dit nu allemaal naar buiten komt op dit moment. Ik kan me voorstellen dat de Efteling daar zelf niet echt heel erg blij mee is. Maar Tim, we moeten even door. Is totaal anders. Want we hebben natuurlijk vorige week onze aflevering over de Klaas Bol uitgebracht. Ja. En die hebben ze denk ik op Ravelijn geluisterd. En toen dachten ze in één keer van, och verrek, dat ene ding hebben we nog niet gecommuniceerd. <laughs> ja, inderdaad, want deze week kwam inderdaad via het Brabantse Dagblad het nieuws naar buiten. Dat er speciale kleding gaat komen voor het personeel van de Asmakaren. Ja, dat was natuurlijk een puntje wat ik voorspeld had voor de Glazenboel uh, editie 2023. Geen punten opbehaald, want er was nog niks over gecommuniceerd. En echt drie dagen ja. na die aflevering kwam dit ineens wel naar buiten. Ja, dat was echt net te laat voor punten, ja. Maar desalniettemin wel heel tof nieuws. Jazeker, want in het artikel legde Dames van het costume in dit geval Carl Kroon, die wij ooit hebben gesproken. En Mara Gravenstein uit uh, hoe ze oude Efteling-kleding en textiel hergebruiken om nieuwe personeelskleding te maken specifiek voor Dans Macabre. Ja, en uh, de kleding die ziet er dan bewust heel erg geleefd uit. Uh, doordat er gebruik wordt gemaakt van allerhande verschillende stoffen en lapjes door elkaar heen. En er zitten ook wat oudere elementen tussen. Ik zag zelfs wat uh, hele oude Efteling-logo's. En doordat ze ieder kledingstuk met de hand in elkaar zetten. met andere stofjes als uh, materiaal. is dus ieder kledingstuk anders. En er zit ook veel grijs en zwart in. Wat natuurlijk een beetje de, ja, de kleuren zijn die passen bij de charlatans bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk niet van die uh, oude Efteling-kleding. Dat is gewoon. Nieuwe stof die ze hebben gebruikt. Ja, en er verscheen later nog, niet in het bruin maar op loopings, nog een foto van vier personeelsleden in hun nieuwe kleding. En daarbij is te zien dat er toch ook een soort doodgraversjas is: een hele lange zwarte jas. En er is zelfs personeel die, uh, die onder de gilet een, een zwarte of een uh, anthracite blouse hebben in plaats van een witte blouse. Nee, ze kijken vooral allemaal niet zo heel vrolijk. Ik nee, ben natuurlijk benieuwd of ze straks van de personeelsleden die bij Dansmakabre werken, of dat ze daarvan verwachten dat ze ook een beetje doods uit de ogen kijken of heel erg boze en chagrijnig. zoals de Bellboys bij de Tower of Terror bijvoorbeeld, zou wel heel vet zijn, toch? Daar kunnen ze wel leuk mee spelen. Ja, via het artikel leren we in ieder geval dat de Efteling de personeelsleden als familieleden van de charlatans ziet, Dus bijvoorbeeld een neef en nichten, en ze ook dat door de medewerkers een sfeer van de attractie aan te kleden, er een eenheid ontstaat. En dat ze met die kleding op die wijze echt iets kunnen toevoegen. Ja, en wat ze natuurlijk ook nog uit de doeken doen... Oh, is dat het natuurlijk ontzettend duurzaam is. Want je geeft hiermee uh, eigenlijk uh, alle afgeschreven kleding van de Efteling... en uh, een mooi nieuw tweede leven. Hè? Ja. Hé, hey, wat, wat vinden we ervan? Het viel me op uh, op uh, internet, social media... dat de meeste mensen hier wat negatief over waren. Maar wat vind jij ervan? Ja, ik uh, ben ook niet per se heel positief hierover. Nee. Niet? Nee, en... Dan gaan we toch weer toe naar een stukje storytelling. Ze dus hebben hier een uh, gebied proberen neer te zetten. Wat zich dus afspeelt. Volgens mij een beetje eind van de 19e eeuw, begin 20e eeuw. Het muziekconcours was 18 in de jaren 70 toch? En dan zitten we hier een generatie later. Ja, maar we zijn toch in het heden? In het huiverwoud. Het zijn charlatanse uh, moderne mensen. Nou ja, volgens mij hebben ze een supermarkt geopend uh, in de oude Taverne. Ik kan me niet voorstellen dat er uh, begin 20e eeuw al een supermarkt was met uh, slushpuppie en uh, appelflappen. Nou, ze noemen het een, uh, een kruidenierswinkeltje. Uh, hmm. in, in ieder geval, ik heb het idee dat het hele gebied, dat is zo is aangeleid dat het zich niet afspeelt. En volgens mij de tijdlijn kunnen we vast schetsen. Maar in een periode waarin de Efteling al bestond... En dan ga je dus wel mensen kleden in restanten van kleding die alleen in de Efteling even staan. Want die kleding heeft best wel moderne touches, zeg maar. Ja. Tenminste, het komt gewoon door de stoffering. Dat past niet echt bij het gebied wat je dan eerst. Waarbij ik trouwens moet zeggen dat die doodgraversjas, die is wel echt ja. geniaal. En daar zitten ook wat van die stofjes aan de onderkant of zo. Ik denk dat dat de perfecte manier is om te verwerken. Maar ik vind die andere, um, nou, vooral die stukken die initieel in het Brabant stonden, zijn vette kledingstukken. Maar vooral voor een beetje een abstracte theatershow. Of zo, het wilde dat best wel kunnen passen in Caro, bij ja. wijze van spreken. En ik vind het iets minder passen bij de sfeer die ze in het huiverwoud willen neerzetten. En vooral om nou, in die attractie. Dat het daar misschien zelfs wel afleidt. Maar ja, ik moet wel zeggen: aan de andere kant. Het alternatief was geweest dat ze gewoon in de standaard personeelskleding er stonden. En dan is dit ja, wel een verbetering, denk ik. Maar die, dood, die doodgraafshows vind ik wel een topstuk. En de rest, ja, vind ik dan toch net niet bij passen. Hmm. Ik moet zeggen dat ik wel heel erg enthousiast ben. Ik vind het echt een hele mooie tussenvorm tussen uh, de standaard bedrijfskleding en uh, themakleding. Kijk, op deze manier uh, doe je toch iets bijzonders. Uh, het ziet er toch allemaal heel erg verfonfait uit, wat natuurlijk uh, voor de hele familie Charlatan geldt. Maar toch zijn de mensen nog steeds uh, herkenbaar als personeel en niet als acteurs. En dat vind ik heel cool. En ik vind het heel tof dat ze op deze manier gewoon een hoop oude kleding kunnen hergebruiken. Ja, dat laatste punt vind ik sowieso wel tof. Ja. Ja, ik vind het echt, echt, echt heel tof uitzien. ik had het van mij nog wel smeriger mogen zijn. Het is nog best wel clean jasje. Ja, er mag een vlekje op zitten en een gaatje in zitten. Maar die zag je dan op de foto's niet zo. Als we daar nog een beetje modder overheen smeren en een keer dan dat doorwassen. Ik denk dat het dan misschien meer de uitstraling heeft die ik erbij vindt passen dan, dan dat het nu heeft. Ja, ik vond het echt een heel erg creatief idee. En ik denk dat je ook wel mag zien dat dit dus gewoon personeel is... Uh, en, en niet echt acteurs die echt in een rol zitten, zeg maar. Het is, wat mij betreft, echt een, een mooie een mooi compromis, eigenlijk. Dat is wel een goede afweging, maar dan hadden ze op zich ook gewoon in normaal personeelskleding kunnen steken. Nee, dat vind ik dus niet. Het is denk ik wel een mooie tussenstap richting themakleding. Langzaam maar zeker. Nou, die doodgraven, zoals dat wel echt, dat is wel ja. echt themakleding. Je moet ook nog in het echt gaan zien, hè? Want ik moet zeggen dat in die foto met die showverlichting erbij, zoals uh, uh, ze op Bloeming stonden. Daar ziet het dan al wat beter uit, maar nou, we moeten dit ook gewoon in het echt gaan zien. Misschien uh, moeten we daar eens op gaan terugkomen in een toekomstige aflevering, Tim. Want misschien goed om even een kort tijdlijntje te schetsen voor ja. die aanloop naar de opening. Ja, want het, het hele openingsprogramma begint volgens mij uh, in ieder geval voor uh, niet-medewerkers op zaterdag 26 september. Want 26 en 27 september dat weekend zijn de previews voor de premium abonnementhouders. Jij hebt je tijdslot al geregeld hè? Ja klopt, ik ben er op zaterdag. Een van de eerste. Ja. En uh, dan hebben we een winactie gehad, natuurlijk, voor de Classic en de Plus-abonnementhouders. En uh, die mogen op maandagmiddag 28 oktober naar binnen. Tenminste, als ze hebben gewonnen. En ik heb heel veel teleurgestelde abonnementhouders uh, om me heen gezien. Maar uh, ik zelf ook trouwens. Maar ik uh, ga met een luisteraar mee om uh, dan op dat moment dat attractie te gaan bezoeken voor het eerst. Heel tof. En dan was er ook een gewinactie en die kwam een beetje als een duveltje uit een doosje. Want op woensdagavond 30 oktober vindt de persopening plaats. Daar zijn nou ja, niet alleen de persopening, dat is eigenlijk de officiële opening, waarbij de pers ook aanwezig mag zijn. Ja, maar ik denk dat in het boek 31 oktober komt te staan als de openingsdatum van de attractie. Ja, voor het grote publiek, inderdaad. In ieder geval, dan vindt de persoon plaats Waar Wij Zijn Daarbij. En daarbij kun je in ieder geval op het moment van opnemen ook nog kans maken op een van de plekken om echt als eerste bezoeker de attractie in te gaan. En als je dan wint, dan mag jij met de vijf vrienden of bekenden ook een uh, rondje doen in de attractie. Zoals een van de eerste op die persopeningavond. Ja, en dan op donderdag 31 oktober, Halloween. En dan opent om tien uur natuurlijk de attractie voor het grote publiek. Dat kondigen ze nu trouwens ook, ook aan rond de bouwplaats. Hè, want ze hebben een aantal bouwdoeken in de bouwhekken vervangen door nieuwe doeken. Waar duidelijk op staat: opening 31 oktober 2024. Een flinke investering nog voor die laatste paar dagen. Ja, in de aanloop van die opening vindt het de dekt van Virginie en Otto Charlotte al in ieder geval niet meer plaats. Tenminste niet in de vorm zoals we kennen met Esmeralda het Orgel erbij. Uh, dat gaat waarschijnlijk pas weer gebeuren na de opening van de attractie. Ze zijn er een mooie plek voor aan het inrichten. Maar de reden dat ze die show nu niet meer doen is heel simpel. Er was een stalling gemaakt daar in het uh, plantsoen. Uh, tegenover de, in de Zwarte Kat. En daar stond Esmeralda opgesteld. Maar die is weggehaald, want ze zijn het plantsoen nu aan het fatsoeneren. Dus ze hadden geen plek om. Uh, Esmeralda te plaatsen. Nee, maar wat wel heel tof is, is dat uh, Otto en Virginie Charlotte dan nu rondlopen als een soort uh, streetmosfeer. Zoals je dat uh, bijvoorbeeld ziet uh, in uh, Disneyland, maar ook in Fantasieland. Uh, en uh, zo, ze leggen dan contact met bezoekers hè, en ze improviseren een beetje. Wat mij betreft ook een heel leuk straat Dat is misschien nog wel leuker dan de Act. Ja, er ja, zijn natuurlijk nog wel een hoop uh, activiteiten in het gebied rondom het showgebouw. Zo uh, zijn ze bezig met de nieuwe gijs. Daar is tijdelijk de broeder of monnik gijs. Dat lijkt in ieder geval een beetje op. Geplaatst in het huisje van Matrooshuis Die werd al wel weer snel weggehaald, want uh, die moest nog helemaal gedecoreerd worden. Ja, dat was helemaal wit hè. Ja, we hebben daar wel een nieuwe omlijsting heen gezet. Dus dat er wat extra stenen en zo in te lijken zitten. Een soort stenen toog die uh, wordt erdoor gevormd. Een beetje een gotische stijl. Met natuursteenblokken. Uh, Deels ook afgebrokkeld. En er zitten ook twee hoofdjes in verwerkt. Uh, die is inmiddels al volledig gedecoreerd. Ja, ziet er heel mooi uit. Uh, en wat mij nogal verraste, is dat het, uh, het oude kozijn en uh, die halve vogel uh, piekblauwe deuren waar Matroos Gijs op leunde, dat die blijft zitten. Oh, dus, dus je hebt hout en daarboven dan iets steenigs. Ja. <laughs> dat is wel bijzonder, ja. Maar voor nou, een afwisseling wel oké. Okay. Ja, dat hout is net in de lak gezet, dus ik vermoed dat het dan toch uh, blijft. Dan denk ik het ook wel, ja. Uh, verder hebben ze het uh, attractiebord geplaatst. Ziet er uh, heel goed uit. Ja, wauw. Dit is echt van een hoog niveau, hè? Heel mooi vormgegeven, als wagen het van houtsnijwerk gemaakt. Met heel veel mooie details erin verwerkt, met ook weer die gotische uitstraling. En zelfs zo waren op de hoekpunten twee mini-pinakels. het hey, ja, Ze hebben de signing ook goed aangepakt. Het is trouwens wel duidelijk, de slogan rondom deze attractie... die wordt een spookspectakel vol duistere wendingen. Vinden we daar ook op weer. Maar die wordt in de communicatie op dit moment ook veelvuldig gebruikt. En die komen van de spin, om aan te geven dat het griezelig is... die komt ons bekend voor, hè? Ja, het is niet uh, de strak vormgegeven spin zoals je in andere icoontjes tegenkomt uh, op de plattegrond of uh, op attractieborden. Maar het is exact dezelfde spin als die we in de oude wachtruimte van het Spookslot tegenover de Oosterse Geest in die, uh, die togen vonden. Hè? Daar zaten van die grote rode platen ja, in de ja, muur ja. en daar waren spinnen op geschilderd. Moest je heel goed opletten om die te kunnen zien. Maar exact die vorm die komt nu terug in dit icoontje. Een dikke knip weer. Ja, alleen een klein foutje. Uiteindelijk hebben ze ook op dat attractiebord een mooi hanglampje gehangen. Ziet er heel vrij uit. Alleen dat hangt over twee icoontjes heen. Dus je kunt nu niet zien welke getal de attractie heeft op de plattegrond en, en wat voor attractie het is. Daar hebben ze niet goed rekening mee gehouden bij het ontwerp. Ja, verder zijn ze buiten ook nog echt een puntje op die aan het plaatsen. Er worden zelfs op dit moment nog laatste decoratieve elementen toegevoegd in het buitengebied. Ja, want naast het kabinet der vermisten hebben ze ook ergens een prachtig houten kastje neergezet. Ook met dat mooie gotische houtsnijwerk. Hè? Waar vinden we die dan precies? Ik heb geen idee. Oh ja, ik heb er wel iets van langs in komen. Ik kan hem ook niet helemaal plaatsen. Volgens mij bij de uitgang. Ik heb alleen maar ingezoomde foto's oh. gezien. Dus dat antwoord moet ik je schuldig blijven. Maar het is een heel mooi kastje met daarin een glas in lood ruitje. En achter dat ruitje vinden we allerlei formaten stomkaarsen. Die volgens mij in het donker ook licht gaan geven. En op de buitenkant van het kastje zit, uh, zit een schedeltje. Een heel mooi element. Uh, wat we ook zien is dat ze hier en daar op, uh, op die uh, afgebrokkelde muren, overal van die distelbloemen hebben aangebracht, hè, zoals we die ook zagen in uh, de, de opening uh, boven de ingang van de, van de wachtrij. En bij de uitgang van de attractie uh, vinden we ja, eigenlijk een soort stapeltje met kisten en een doodskist. Ook weer als een, uh, ja, een soort element. Ja, ik, ik heb daar dus wel mensen druk mee bezig gezien. Ik vermoed dat er iets van elektronica zit. Misschien is het gewoon geluid, of zit zit er een effectje in of zo. Maar het eh, is wel echt een trend in Efflinge. Gewoon stapels met kisten. <laughs> stapels met spul, inderdaad. Ja. Dat zien we natuurlijk bij uh, de ingang van Archipel. Uh, we zien het ook weer bij uh, de ingang van Cascada, het nieuwe winkeltje bij Piranha. Dit lijkt wel een trend te zijn. Hè? Ja. Eerst hebben we heel lang de trend gehad met een soort van boekenplanken waar enorm veel rommel op is uitgestald. En die hebben, nou, dat is begonnen eigenlijk al in Villa Volta en hebben ze nou op heel veel plekken ja. toegepast. Vooral in uh, nou, de wereld van uh, symbolica en zo bijvoorbeeld. Maar nu lijkt dit uh, de nieuwe trend te zijn. Maar zeker als daar een effect zit, ook wel weer zo'n element waar je gewoon even rondom kunt hangen en uh, iets meer uh, attractiewaarde hebt. Ja, er, moet echt, uh, er, er is straks echt time in dit gebied. Ja. Hè? Je kan gewoon lekker rondwalen en uh, leuke elementjes en effectjes ontdekken. En waar ik een aantal afleveringen geleden nog vrij kritisch was op een polyester-element, wat eventueel ook een stof uitgevoerd had kunnen worden, omdat het er een beetje in de actie werd gevangen, hebben ze het hier goed aangepakt. in? Want boven de uitgang van de attractie, of de ingang van Dr. Charlatans kwalijke zaken, is een vaandel opgehangen, ook van polyester. Maar die hangt gewoon stil gedrapeerd daar, over die entree. En daar ziet het dus wel echt enorm goed uit. Ja, en op dat vaandel zien we de tekst Dr. Charlatans kwalijke zaken, souvenirs en foto's. Kijk, nou ook duidelijk wat daar te vinden is. Er hangen trouwens ook wat de touwen aan en rondom die vaandel. Een soort uh, wapenschild. En hoe wijs, volgens mij hebben we zelfs een horen gezien die daar ja, aanhangt. klopt. En toen hebben we nog de erbij bijgepakt. Kon je daar letterlijk al op zien. Dus dat hadden we al kunnen weten. En een horen trouwens uh, waar je op kunt blazen. Een muziekinstrument. Ja, geen uh, horen van een uh, duivel of zo. Nee, of van een of ander uh, dier uit Afrika bijvoorbeeld. <laughs> dat je we zeker niet doen. En de borden die bij het ingangsportaal hangen, die hadden we de vorige keer al besproken met, het, met de stickerfolie erop, die zijn ons nog voorzien van een mooie 3D-houten omlijsting. Dus daar ziet er ook weer helemaal top uit. Ja, heel veel aandacht voor de signing. En wat ik ook heel mooi vond, is, uh, ja, jij zei het al, hè? ze zijn een uh, soort mini-pleintje aan het maken waar Esmeralda, het betoverde orgel, geplaatst gaat worden. En daar zijn ze nu een prachtig sier-smeet-ijzeren hekwerk omheen aan het plaatsen. Ziet er heel mooi uit, maar dat betekent, denk ik, dat uh, het draaiorgel uh, niet naar binnen gaat uh, naar iedere show, maar dat het daar buiten blijft staan. Ja, dat denk ik inderdaad ook. Ik denk dat ze een stalling hebben, een gok achter het koetshuis, en dat ze uh, dan op de dagen dat het weer het toelaat, als we het maar al naar buiten halen, dan op het pleintje neerzetten, en als de show is afgelopen, de hekken gewoon sluiten, op slot doen, de daar laten staan en dat ze niet continu met de ding op en neer aan het rijden zijn. Nee, dat ze alleen op het eind van de dag dan het orgel in de binnen rijden. Maar dat betekent ook dat het orgel dadelijk dus zelf... ook een soort decoratief element is op het plein. Dat is ook wel tof. Ja, misschien gaat hij af en toe wel wat van zich laten horen. Misschien speelt hij zelfs de pleinmuziek wel mee. Lichtjes oh, dat oh. zou ook vet zijn. Ik zeg trouwens hij, maar Esmeralda is natuurlijk een zij. Uh, dat is ook wel aannemelijk, inderdaad. Het koetshuis uh, noemden we net al. Uh, daar hebben ze ook een bocht op geleverd, Tim. Ja, inderdaad, het, het grote naambord op het dak. Uh, het bord zelf ziet er prachtig uit, tenminste, het houten bord. Ja, Tim, maar ik, ik weet niet echt wat ze nou aan aanbod hebben bij het koetshuis. Kun jij het me vertellen of niet? <laughs> ja, dat blijkt wel uit het bord: oh. uh, popcorn en suikerspin. Oh ja, dat meen je niet. Dat staat er namelijk <laughs> heel groot op. Nee, want wat een beetje raar is, is alles in het, het, het huiverwoud, in het gebied, is prachtig in thema en in stijl. Maar het grote bord op het koetshuis is uitgevoerd met een knalrode achtergrond. Uh, en dan op zich wel mooi beletterd het koetshuis. Maar dan staat er vervolgens in witte letters popcorn en suikerspin overheen. Schuin eroverheen. Op de ja. Dus, <laughs> ja, dit snap ik ontwerptechnisch niet. Tenzij dat er iemand van de horeca heeft geroepen. We willen dat iedereen ziet dat hier iets te, te snijen valt. Ja, we hebben inmiddels meer bordjes gezien die hier eh, rondomheen hangen. En Overal staat dus dat popcorn en suikerspin op. <laughs> Ik stel, uh. Terwijl dat eigenlijk toch twee producten zijn die nou ja, zichzelf eigenlijk verkopen. Want je ziet vanaf een afstand al wat er wordt gemaakt. Je ruikt het, je ziet andere mensen hiermee lopen. D dit, dit verkoopt zichzelf toch? Dit heeft toch geen knalrode borden nodig? Bij het schijnend voork had, stond het ook niet heel groot bovenop het dak of zo? Nee. Ja, ik, ik moet zeggen, het rode bord, daar heb ik dan nog niet eens zo heel veel problemen mee. Met vooral die witte letters die er overheen gekalkt zijn. Nee, dat is echt zonde. Het voelt een beetje cheap eigenlijk. Hè? Zeker ja. vergeleken met alle andere signing in het gebied. Ja. Maar de zwarte kast staat ook niet. Supermarkt. erboven. Wat is het niet? In het kruiden Precies. <laughs> nee, volgens mij heeft dit, dit punt dat, dat niet nodig. Nou, ja, het, het is maar een sticker, hè, dus die is zo weer vervangen. Nou, we weten ook wel wat andere stickers die op andere borden zijn geplakt, die daar eh, rondomheen staan. Een beetje wat het assortiment gaat zijn. Want er gaan daar eh, griezelspinnen verkocht worden. Daar zijn eh, suikerspinnen eh, met spinnen erop. Die zitten ook op een, een, een gethematiseerd stokje. Ja. Zien, er, zien er heel vet uit. Ik ook een jo, beetje probleem. wat wij ooit hebben geroepen volgens mij. Want we hoopten wel dat er zoiets zou komen. Jo. Die spinnen, of dat het nou snoepjes zijn of eh, gewoon plastic spinnen, zijn niet helemaal duidelijk. Hè? Maar... Nou, ik dacht van die, van die spinnen... Plastic spinnen, ons hele huis hangt er op dit moment mee vol. Want oh. We hebben de, de hele begane grond Halloween-thema gegeven thuis. En die dingen die liggen en hangen echt overal. Ik denk dat het van die kleine zwarte plastic spinnetjes zijn die je dan daarna als souvenir mee naar huis kan nemen. Oh, ik hoop op eetbare. En er zijn ook speciale zwarte popcorn buckets gespot met Dans opdruk. Is bijna een beetje Walt Disney World-achtig toch? bijna ik weet niet zeker volgens mij zag de klep of de deksel die erop zit er ook gethematiseerd uit. er was niet gewoon een platte deksel, maar in ieder geval de bucket zelf is bedrukt. dus dat is ook weer iets wat we in Efteling niet eerder hebben gezien. ik ben wel heel erg benieuwd of we ook smaakjes popcorn gaan krijgen. oh ja, daar moeten we afwachten. popcorn met zwavel smaak. ja, gewoon eieren die dit te lang hebben gelegen. nou ja, onze koelkast als laatste een aantal dagen kapot. daar kon je wat inspiratie op. Ik hoop niet dat er iemand 3 lang is dus geweest bij jullie. <laughs> hey, een uh, Michiel op X die deed trouwens nog wel een interessante uh, suggestie. Die zei, uh, zou die, die wegwijzer die al die jaren op de Europalaan heeft gestaan... Hè, die uh, verwezen naar de Efteling, nog naar een uh, ontwerp van Anton Pieck... met erop uh, een, een koets met een aantal paarden ervoor. En die koets is dan helemaal beladen met bagage en mensen. Zou dat bord eigenlijk niet prachtig bij het koetshuis uh, passen? Ja, ik denk het wel. Maar het wordt zelfs nog veel erger. Want er is ook een nieuw wordt gespot op de zagevel van het koetshuis... Een beetje aan de kant van de kabinet, hebben we vermist aan de rechterkant. Dat bord is ook rood en heeft ook de vorm van het oude spookselbord, trouwens. Wat op het voorplein voorpleining voorheen. Met mooi siersmeetwerk. Ziet er prima uit, een hoop krullen erop en zo. Maar daarbovenop staat dus ook een silhouet van een koets met paarden. Zou die één op één overgenomen zijn van dit bord? Nee, dat is dus niet het geval. En daar heb je gemiste kans. Ja. Ik dacht echt van, de, 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 toen de, ik, ik zag die beide berichten langskomen, toen ben ik gaan vergelijken. Nou, die leken helemaal niet op elkaar. Maar daar is echt, echt gemiste kans. Oh. Nou, misschien is dit ding niet uh, custom made, maar hebben ze het gewoon ergens uh, bij een of andere rommelmarkt of antiquaire gevonden? Ja, ik denk dat misschien de koets die op dat andere bos stond, op, op het oude bos zeg maar, dat die niet echt in de stijl was wat paste bij het Hivewater. Uh, ik denk dat dan meer de, de reden is. Nou ja, in, in de zwarte kat uh, staat natuurlijk ook het oude bord van het Silent Vergat. Ik zou uh, dit bord, zolang het uh, nog niet terugkomt op de Europalaan, gewoon uh, lekker ergens achter in het koetshuis hangen hoor. Ja, Als ja, decoratie dat zeker... tegen de achterwand. Dat zou zeker kunnen ja. Nou, we hebben ook wel de eerste foto's gezien van het interieur van het koetshuis. En daar nou, is rommel genoeg om ook zo'n bord tussen te zetten. <laughs> eh, want we zien er ook een hoop wekpotten met inhoud. Ook wat kruiken en een tinnen En ook iets heel bijzonders. We lijken kassas te zien met zelfbediening bij het koetshuis. Ja. Terwijl er volgens mij gewoon een balie zit. Ja, maar volgens mij gaat het dus zo werken dat je dus straks gewoon zelf je bestelling doet op zo'n bestelcel, En dat het, eh, dan, dan zal er wel ergens een schermpje hangen met eh, welke bestellingen gemaakt worden en welke klaar zijn. En dan kan je vervolgens bij de afhaalbalie, dus jouw suikerspin of popcorn halen. Zullen dus je bezoekers van de medewerkers weghouden? Contactloos bestellen in plaats van contactloos betalen. Maar dan loop je dus naar de balie wat toe. Daar bestel je op een cel. Ja. En dan gaat, staat iemand een meter verder staat alles klaar te maken. Ja, volgens mij is dat wat er gaat gebeuren. Oh, oh. Dat is de, denk ik toch de toekomst van Horeca en Efteling. Gewoon geen contact meer met de medewerkers. We zien het bij Fabula, we zien het bij mevrouw boltes we zien het bij In een Zwarte Kat. Ja, oké, okay, maar nog steeds het voor in dat je staat te bestellen een meter van degene vandaan die het staat te maken. Dat voelt een beetje bijzonder, voor zo'n klein horecapuntje. Het scheelt natuurlijk een aantal personeelsleden op een dag. Ja, misschien voor de doorstroom. Maar ja, misschien sneller, maar ook dat is twijfelachtig. Ligt aan het assortiment. Als het gewoon simpel is, dan kan het wel sneller zijn. Maar het is zo'n beetje gissen natuurlijk, want we weten nog niet alles. Wat we wel weten, is dat ook het koetshuis op 31 oktober open gaat. Ik hoop stiekem al op de 30e, dat we het even kunnen testen, dat assortiment. Ik denk dat we die avond dineren met popcorn en ja. ja. Ik hou er alvast rekening mee, eerder op de dag. We hebben een aantal diëtisten onder onze luisteraars zitten... Ik weet niet wat die daarvan vinden. Daarom houden we de rest van de dag er uh, rekening mee. Hey, nog een paar kleine laatste puntjes. Uh, er is een hoop nieuwe aanplant aangebracht langs de spierlaan in het pad tussen Piranhaplein en Baron. die zijn weer uh, opgeknapt. Ja, wel allemaal lage aanplant. We zien nog nergens nieuwe bomen. Nou, zou dat ermee te maken kunnen hebben dat uh, het plantseizoen. Uh, Weliswaar zo ergens eind oktober, half november begint. Maar eigenlijk kan je het boom het beste uh, midden in de winter planten. Dus laten we hopen dat uh, ergens richting december, januari, dat ze dan flink wat bomen gaan planten rond het gebied. Ja, en echt ongelooflijk nieuws, Tim. Maar we hebben nieuwe schaaphekjes gespot in de Efteling. En Die staan uh, tussen dansbekamer en de wachtrij van Fabula. Eigenlijk vanaf die dienstpoort die er is geplaatst, loopt er gewoon een uh, langs heel de achterkant van uh, dansbekamer een nieuw schaaphek. Zodat we daar niet het groen gewoon in wandelen. Want dat kan natuurlijk niet hè? Nee, de landscaping is pas echt Eftelings als er een schaaphekje in staat. Hè? Zeker. Ja, en ze zijn ondertussen natuurlijk ook druk bezig met het, uh, het opruimen en afbreken van het hele bouwterrein en alle voorzieningen die daarbij horen. En het viel me op dat ze de bouwketjes bij de bouwinrit aan Eftelingse Straat, volgens mij één portiersloge en één toiletunit, dat ze die inmiddels uh, helemaal hebben afgebroken en afgevoerd. Dus uh, langzaam maar zeker verdwijnt uh, die laatste bouwplaatsinrichting ook. Ja, kunnen we kunnen er uiteraard hard van uitgaan dat de bouwketen straks ook weg zijn rondom de opening. Ja, en dan nog weg met die dam, dat we weer echt een kadovijver hebben. Even voor, voor de zekerheid, die bouwketen stonden nee, niet op het publieke deel. Hè? Dus er staat gewoon nu een muurtje voor, misschien een haag dadelijk, waardoor je überhaupt die rommel daar niet ziet. Want dat, is wel, dat zal wel een kriebersbende zijn, die ze niet in een paar weken opgeruimd krijgen. Ja, die staat eigenlijk tussen de wachtrij van Max en Moritz en een beetje de achterkant van het koetshuis in de Zwarte Kat. Laten we hopen dat daar straks vooral bos komt, hè? Nou, daar mogen ze wel uh, zeker wat planten neerzetten, ja. Ja. Nou, Dit is dus alles voordat wij uh, daadwerkelijk de attractie gaan ervaren, Tim. Dit was de aller, aller, allerlaatste thans Macabre bouwupdate, Paul. Hier hebben we gewoon jaren naartoe gewerkt. <laughs> nou ja, volgens mij hebben we... Letterlijk 2,5 jaar lang iedere nieuwsaflevering hier een blokje aan besteedt. Uh, dat moet wel, ja, dat denk ik wel. Een ja. blokje is misschien nog een understatement. Maar nou, dit was ook geen uh, kleine, kan ik je vertellen, als ik zo naar de klok kijk. Nou, we, we gaan het missen. Alhoewel, ja. ik denk dat ze nog aardig wat uh, themaafleveringen rond uh, Dans Macabre de komende maanden uitbrengen. Dus, uh, maar dit was de laatste bouwupdate. Dat denk jij het in, dat denk jij? Nou ja, als ik naar de planning kijk, <laughs> dan weet je het voor We Een aardige serie maken, ja. Maar we hoeven niet stil te zitten, Tim. Want er is gewoon nog een ander groot bouwproject bezig binnen de wereld van de Efteling. En daar kunnen wij gewoon weer iedere, nou, bijna iedere nieuwsaflevering een blokje aan besteden. En dat is natuurlijk het Efteling Grand Hotel. En uiteindelijk ook trouwens het eiland van de vijf Vijfcentuigen. Want daar moeten we toch op termijn ook wel dingen van gaan zien. Ja, zeker. Nou, in ieder geval even naar de stand van zaken kijken van het gebouw. En ik denk dat het meest opzienbare wat de afgelopen tijd is gebeurd. Is dat de staalconstructie van het grote koepeldak. Wat op die centrale, ja, de centrale bouwvolume, centrale ja, toren wordt geplaatst. Ja. Dat die er ja, is neergezet. Die is nog niet bekleed, het is dus echt nog het skelet. Maar je kunt wel echt gaan zien hoe groot het geheel gaat worden. En er komen dus ook nog twee van die accenttorentjes op, hè, op de ja. buitenste eindes. Dus. Ja, dat dak is echt, echt enorm, hè? Op een gegeven moment, toen verscheen daar een enorm blok. Ik denk, hebben ze nou een bouwkeet bovenop die toren gezet? Dat dat al heel handig is of zo? Maar nee, nee dat was de luchtbehandelingskast. En die is echt gigantisch. Ja, die is echt enorm, ja. Ja, die hadden we daar ook al wel verwacht. Zo'n zo ruimte onder het dak is daar natuurlijk ideaal geschikt voor, voor dat soort techniek. Die hebben ze ook eerst neergezet, hè. En daarna zijn ze pas die staalconstructie ja. gaan bouwen uh, voor, voor de toren zelf. Als ze die er ooit af willen halen, dan... Uh, hmm. De dak open. Mogen ze het dak weer openmaken? Ja, daar hebben ze inmiddels ervaring mee bij diverse attracties. Dat is waar. En wat me trouwens ook nog opviel, is dat ze aan de kant zeg maar, van het Huis van de Vijf Zintuigen. een frame hebben geplaatst met op een bordes met een trapje naartoe. En wat blijkt nou? Dat bordes dat valt straks achter zeg maar, de voorgevel van die grote toren. En dat komt dan precies te zitten achter een enorme rosetraam. Overigens een, uh, een terugkerend element in diverse Eftelingen ontwerpen de laatste ja. tijd. Uh, en daar komt, als het goed is, glas in lood in. En een wijzerplaat met een grote klok. Dus zou dit bordes dan zijn om uh, bij de techniek van die klok te komen? Ja, over heel vet, er komen daar vier barkrukken te staan. <laughs> en dan kun je daar een, een VIP uh, arrangementje boeken. Dat je daar gewoon zittend, uitkijkend door die klok. Over het eiland van de Vijf Sintuig, het huis van de Vijf Sintug en het theater. Ik help het je ook, maar het zag er niet echt gethematiseerd uit. Wanneer is het nog komen? Dus zo beginnen de meeste projecten in Efteling. team de staalconstructie. Ja, dat is waar. En aan die uh, grote toren zijn trouwens ook uh, op de vier hoekpunten nog uh, staalconstructies bevestigd. Waar, uh, waar ze straks de vier hoektorentjes aan hangen. We hadden het uh, eerder al over van die witte polyester elementen die we op de bouwplaats zagen liggen. Toen dachten we nog: is het, zijn dit nou voor torentjes of voor pironnen? Maar het grappige is: uh, dat waren elementen waar ongeveer een, een, een hap van een kwart uitgelaten was. Nou oh ja, dat is natuurlijk heel logisch, want die passen daarmee precies om ja. de gevel van de toren heen. Die ze gewoon exact op die hoeken. Ja. Nou, wat zien we verder dan nog? Uh, ze hebben nu ook de schuine daken van de lange vleugels hè, met alle hotelkamers erin. Nu ook voorzien van dakbeschot en dakramen. Dus we krijgen straks iedere keer zo'n klokgeveltje met erin een, uh, een, een rosetraam. En daarnaast gewoon een dakraam, zodat je toch aardig wat licht in de hotelkamers hebt. En bij een van die klokgevels zagen we op de steiger ook al een eerste polyester krul liggen. Die straks tegen de prefab gevel aanbevestigd gaat worden. En de toren boven de lobby, daar zien we dat de dakrand is afgewerkt. Maar daar zouden nog kantelen op moeten komen. Die worden misschien achter geplaatst als er een beetje achteruit lijkt te steken ofzo. Ik hoop het, want dat vond ik wel een heel tof element. Heel anders dan de rest van de, de bouwwerken. Ja, ik kan me wel herinneren dat we in een gelekte tekening ooit hebben gezien dat daar ook nog klimop overheen zou ja. hangen. Ofzo. Dus misschien dat ze dat dan daarin gaan plaatsen, dat het tussen de kantelen en... Die rand komt. Laat tot hopen. En de, de torens die uh, zijn of worden nog ingeschaduwd. Hè? Heel lichtjes lijkt het geval in ieder geval. Ja, het mag voor mij wel ietsje sterker aangezet worden. Ik, ik heb echt een ontzettend lelijk element aan het Efteling Grand Hotel gezien. Oh. Dat is een beetje een thematische doodzonde voor mij, denk ik, maar dat je een abrupte kleurovergang hebt op een plek waarbij je niet een fysiek element hebt wat die dingen afscheid. Heb jij het dan toevallig. Dit is overigens niet gespeeld, hè? want nee, nee, ik weet echt staat, niet wat jij bedoelt. Er maar... staat niet in de ook nee. nee. Heb jij het dan over de dakrand op de hoek bij de serre? Ja, exact. Die ik stond me daar dus ook verschrikkelijk aan. Ja, en ik hoop dat het nog op het moment dat de serre wordt geplaatst, dan wordt gemaskeerd of zo, dat er dan iets overheen gaat vallen. Maar je hebt inderdaad, als je boven de serre kijkt, heb je een dakrand en die is boven de serre. Uit mijn hoofd is die nog dat donkergroen. Groen, ja. de serre ook straks ook een uitgevoerd worden. En Die gaat dan een hoekje om, 135 graden hoekje. En in één keer is hij dan beige maar de, de, gewoon geschilderd zeg maar, dus het niks van een lijstje, een randje of zo. Oh, daar kan ik echt niet tegen. Ik denk met dat soort dingen altijd als je zoiets maakt of ontwerpt, dan moet je denken: hoe zouden ze dit vroeger maken? En ze zouden in de werkelijkheid nooit één dakrand in twee kleuren uitvoeren met zo'n harde scheiding ertussen. Ik, eh, zoiets wordt ook gewoon niet in de Efteling. Dus ik verwacht dat hier nog een lijstje of zo overeenkomt. Maar ik ben al nou een paar keer langs gelopen en iedere keer valt mijn ogen op, Dus ik hoop dat ze dan iets aan gaan doen. Het <laughs> is kan. echt super grappig, want ik storm me dus iedere keer hier ook aan. Nou, ja, het is dus blijkbaar ook. Ja. Nou, mocht je het allemaal vanuit de lucht willen zien, eh, Nick Ringelberg stuurt zijn drone nog regelmatig de lucht in. Of weer regelmatig de lucht in. En eh, daarmee kun je het allemaal mooi in de gaten houden. We zullen een linkje in de show notes plaatsen naar nou, een heel mooie luchtfoto. Hè? Zeker dan door naar een ander groot project in, maar en daar beginnen we nu ook eindelijk de vruchten van afgeworpen zien te worden. en dat is natuurlijk de wereld van parkeren, want daar zijn een aantal van de rijbanen inmiddels voorzien van asfalt, tenminste de basislagen daarvan. dan daar moet er een deklaag overheen komen en hebben het vooral over het stuk waar je straks P1 eigenlijk op komt rijden als je naar het Efteling Grand Hotel gaat. dat is misschien even goed om nog te melden. het is nu al vrij helder dat je dus straks ja, eigenlijk vanaf de Eftelingse Straat Achter Vater Morgana door, achter het Efteling Theater door. Dus niet alles schitterend staan. Rijden trouwens misschien dus dan gewoon met groen aan gaan kleden. En dan eh, net voorbij de fietsstalling. Dus daar heeft nu altijd zo'n paaltje gestaan. Met zo'n wegversmalling. Die gaat dan weg, denk ik. Ja, nee, waarvoor wel? Want daar gaan je dan voorbij. De dan je dus ook het verkeer van het Bosrijk. Het voetgangersverkeer. Ja, en de fietsers die naar de Efteling gaan. Of die rondje Efteling fietsen. Ja, nou, dat is ook niet zo heel, heel ideaal. En dan eh, draai je op een gegeven moment. Kun je dus door die nieuwe opening in het hek. Kun je rechts het parkeertrein van de Efteling opdraaien. En daar heb je twee gescheiden rijbanen. En dan kun je dan, denk ik, de rechter van nemen om het terrein op te rijden. Dan kun je die uiteindelijk de uh, slinger een beetje volgen? Dan kom je uit bij het Efteling Grand Hotel. En dan zal waarschijnlijk een verleeparking- en medewerker je auto gewoon weer terugzetten op een van die vakken die ze daar nu aan het maken zijn. Dus dat is wel vrij helder dat uh, ja. de route nu gaat worden. Ja, klopt inderdaad. En er is ook nog een uitrijstrook. Dus ik verwacht dat er ook misschien uh, slagbomen komen waar je misschien geautomatiseerd kunt inchecken of zo. En dat je dan verder kunt het terrein op. Nee, volgens mij heeft de Efteling altijd gecommuniceerd op de blog dat het uitrijden uh, vanaf het Grand Hotel wel gewoon via de uitrit van het parkeerterrein gaat. Ja, dat is een goed punt. Misschien is dit voor uh, de Vellee-parking dat ze hier naar het uiteinde kunnen rijden en dan zo vervolgens uh, de parkeervakken in kunnen steken. Ja, maar er zijn twee van die hele lange geasfalteerde banen. Ik ja. zou ik denken dat daar misschien opstelplaatsen zijn voor het een of het ander. Dat is wel een, is wel een goed punt. Nou, Oké, okay. we weten dus nog niet precies hoe het allemaal gaat lopen, maar... Nee. Voor het terrein opkomen is het wel vrij helder hoe het gaat. Overigens zag ik dat uh, inderdaad de deklaag van het asfalt nog moet worden gedraaid. Nou, waarom doen ze dat niet in één keer? Zo te zien omdat ze uh, ook de tunnel gaan meenemen met die deklaag. Die is nu natuurlijk nog van, uh, van beton, maar blijkbaar trekken ze daar ook het asfalt over door. Even voor mijn, uh, vooral eigenlijk vanuit mijn interesse, kun je over dat beton gewoon direct asfalt leggen en hechter dan ook zeg maar? Of? Ja. Ja, ze doen altijd wel, maar dat doen ze ook als tussen twee verschillende lagen asfalt, daar spuiten ze een soort bitumenspray op en die is super kleverig. En daar hecht, uh, hecht die laag asfalt prima op. Dus geen kans dat heel de asfaltlaag gewoon de tunnel in schaart op een gegeven moment. Ja, hij zal op een gegeven moment wel een beetje gaan rimpelen, inderdaad, maar dan is het tijd voor een nieuw laagje asfalt. Maar volgens mij hadden we als feedback ooit gekregen dat we niet te veel asfalttechnologie moeten verwerken in onze afleveringen. Dus laten we er niet te diep op ingaan. We houden hierbij. En we hoeven het ook niet meer over asfalt te hebben, Tim. Want ze zijn ook gewoon nog uh, ouderwets bezig met uh, het bestraten van de parkeervakken. Ja, En dat doen ze met gloednieuwe klinkers. Maar toen vroeg ik me af, wat doen ze dan met die stapel die langs de route naar P2 ligt? Want er ligt nog een, uh, ja, misschien wel de hoogste berg uit de gemeente. Nee, dat is nog steeds een Drunense duin. Maar het scheelt niet veel, denk ik. Nee, nee, ik heb ze die eerder wel zien gebruiken voor het uh, bestraten van andere parkeervakken op deze, uh, deze parkeerplaats. Maar als we alle vakken in het nieuwe gedeelte gaan bestraten met die stenen... Wat doen ze dan met, met deze? Want die heb je ook niet meer nodig voor de rest van P1. Want als je die ook helemaal eruit gaat trekken, dan heb je nog meer van die stenen liggen dadelijk. Nou ja, het zijn prachtige oude rode gebakken klinkers. Ik zou zeggen, gebruik ze voor het eiland van de vijf zintuigen of leg in het lavenlaan neer. daar hebben ze toch al wel uh, redelijk wel vervangen inmiddels. Nou, maar deze zien er toch echt wel fraaier uit. Die oude tenminste. Hmm, nou. Maar ze, ze zijn al toegepast op P1. Dus inderdaad vreemd dat ze dan in de ene hoek de oude klinkers gebruiken en in de andere hoek nieuwe. Ja. Nou ja, detail detail. Wat, wat erg opvallend was, was dat ze op een gegeven moment bezig waren met piepschuimplaten. Dat leek een beetje om de sprinklerkelder te zijn, die we al uh, in het verleden vaak hadden hebben aangehaald. En daar hebben ze weer pijn over gegooid. Maar wat waren ze daaraan doen? Ja, ik denk dat ze dat doen uh, vanwege de belasting. Er ligt natuurlijk een enorme betonnen bak onder het parkeerterrein waar het water in zit om het huis van de Vijf zintuigen mee uh, te blussen. Dan krijgen ze een belastingvoordeel. <laughs> nee, ja. Oh, andere La, belasting. Laten we hopen dat het nooit uh, nodig zal zijn, dat water. Nee, maar uh, de, op deze manier zorg je ervoor dat, zeg maar, de, de lasten die de wielen van een auto normaal gesproken veroorzaken op dat beton dat je die wat gelijkmatiger verdeelt. Hmm. Dus ik denk dat dat ze daarom inderdaad die, die piepschuimplaten toepassen op dat dek van die kelder, dan uh, dan wordt dat gewicht gewoon beter verdeeld. Maar waarom dan piepschuim? Is het er dan zo goed om daar overheen te rijden? Altijd andere materiaal opgelegd genoeg. Dat is natuurlijk licht. Ja en het verspreidt de druk mooi gelijkmatig. Hey, we hebben trouwens inmiddels ook gezien dat uh, de nieuwe lantaarnpalen die op parkeerterrein zijn geplaatst, dat die uh, groen licht geven, groen led licht. Ik zag hier en daar dat er werd gezegd van uh, oh, dat is mooi uh, ecologisch of diervriendelijk. Uh, zo wordt groen licht inderdaad wel verkocht, maar dat is eigenlijk niet waar. Want de enige lichtkleuren die echt diervriendelijk zijn, zijn uh, rood of uh, amber. Amber is eigenlijk de enige lichtkleur die echt diervriendelijk is. Uh, de lichtkleur groen is wel iets aangenamer voor het menselijk oog. En doet het natuurlijk ook een beetje milieuvriendelijk aan. Maar het is eigenlijk een, uh, een broodje aap. Het voelt wel groen. <laughs> Letterlijk en figuurlijk. Maar het is geen diervriendelijke kleur, het is vooral een mensvriendelijke kleur. Ja, ik vind het zelf ook niet heel prettig: dat groen licht. Ja, dat ik, ik heb me er aardig in verdiept in het verleden toen ik verlichting aan moest leggen in een ecologische hoofdzone. En daar bleek inderdaad uit dat je zou verwachten dat groen licht heel diervriendelijk is, maar dat is dus helemaal niet. Je moet echt amber hebben en dat is een beetje oranje licht, zeg maar. Zoals ze het in Los Angeles hebben toegepast in het verleden heel veel. Check daarvoor vooral een hoop achtervolging in Hollywoodfilms uit de jaren 80, 90 en begin jaren 2000. Ik zie de connectie niet helemaal, maar Timmy gaat het nu vertaan altijd zien. De straatverlichting in L.A. was altijd... ...anderkleurig. Ja, wat er trouwens ook nog opviel is dat ze... Uh, ...ze hebben natuurlijk een tijdje geleden... ...een oude gemeentewerf in de Bernsehoef... Uh, ...overgekocht hè. De Efteling. Volgens mij was ooit het plan om maar een camperparkeerplaats te starten. Maar Dat plan is uiteindelijk geschrapt uit het bestemmingsplan. in overleg met de bewoners van dat, dat buurtschap. De Efteling heeft het wel in eigendom. en het heeft een bedrijfsbestemming. En ze hebben het nu weer in gebruik genomen. Het lag heel lang braak. maar ze storten er nu een hoop zwarte grond. Ik denk dat dat die, die voedselrijke grond is die ze vanuit het Vlijmers aangeleverd krijgen. Maar die ze natuurlijk straks gaan gebruiken. voor alle landscaping rond het Efteling Grand Hotel. Die slaan ze dus even hier op. Het valt me wel op dat ze hele strikte regels hebben in het gebiedje over waar vrachtwagens wel en niet mogen rijden. Er staan echt een heel woud aan borden. Dus ik denk dat er wat is geklaagd over de hoeveelheid grondtransporten die daar door dat buurtschapje heen gingen. En ik zag nu vandaag ook dat ze een vrachtwagenverbod op de kinkerpolder hebben ingesteld. Dus ik denk dat er hier en daar wel wat overlast wordt ervaren van al die grondtransporten. Maar goed, volop bedrijvigheid dus rondom het parkeerterrein. En naast enorme grote bouwprojecten kunnen we ook een. Nou ja, we dachten een wat kleiner bouwproject volgen. Maar er was ook een flinke bouwplaats voor ingericht. Want ja, de Prinses op de echte daar is de. Nou, ik mag toch wel zeggen, de grootte van de bouwterrein duidelijk geworden. Het ja, is eigenlijk de opvolger van, uh, het, van Dans Macabre in onze nieuwsaflevering. Hè? Dit wordt het, uh, het nieuwe grote uh, bouwupdate-blok. Ja, nou, zo groot wordt het bouwterrein dan. Ook Weer niet, maar als je gaat kijken naar hoe het groot het is, dan, dan schrok ik er eigenlijk wel van. Want ja. de bouwplaats die begint, dus al vanaf de rode schoentjes daar is het groen, nu helemaal afgehekt, of eigenlijk alles uh, aan de Efteling Hotelkant van het pad. En het hek loopt gewoon helemaal door tot achter de Trollenkoning. dan uh, nog langs de put van mevrouw Holle. en dan helemaal tot aan het uh, toiletgebouw. Kleine Boodschap, dat hele stuk daar gaat, dus van alles gebeuren. En ik en ik stel me zomaar voor dat je niet dat stuk gaat afzetten als je er helemaal niks gaat doen. Nee, die bouwplaats is echt zo groot. Maar ik denk wel dat het een vertekend beeld geeft. Want voor je gevoel is het echt een enorm terrein. Omdat je natuurlijk een paar keer langskomt. Je komt er langs bij de Rode Schoentjes. Dan maak je die lus. Dan kom je er uh, langs bij Vrouw Holle. Later kom je hem weer tegen bij Kleine Boodschap. Maar als je van boven kijkt. ligt dat eigenlijk allemaal heel erg compact bij elkaar. Alleen omdat er toevallig net een lus uh, in de route ligt. lijkt het denk ik uitgestrekter dan wat het terrein in werkelijkheid is. Ja, dat klopt wel. Maar ik stond er vooral van te kijken... hoe groot het stuk eigenlijk nog is vanaf de Rode Schoentjes tot aan de Trollenkoning. Alleen dat stuk is al gigantisch. En als ze daar alles gaan aanpakken... Ik, ik vraag me af wat we daar gaan doen. Want het gebouwtje zelf wordt niet enorm groot straks. Gaan ze ook heel de groene infra gaan aanpakken? Ik denk dat we hier en een, een padenstructuur krijgen... met één of twee of drie paden. En een pleintje. En een sprookje. En een hoteltoegang. Ja, want dat is ook een beetje mijn theorie. Ik denk dus dat we straks een officiële noem het afsnijroute gaan krijgen in het Sprookjesbos en dat je misschien wel al voor de Trollenkoning een zijpad op kunt lopen waarmee je dus bij het pleintje uitkomt waar de Prinses of Death zich straks gaat afspelen en dat vanuit daar nou in ieder geval op zijn minst een pad gaat lopen richting de put van Vrouwolle ik denk dat dat dan wel voldoende is ja. en misschien naar nou, die in de glazen bol voorspelde uh, in een uitgang richting het Efteling Grand Hotel dat die daar op dat punt samenkomen nou, je kan je ook voorstellen als jij dan een exclusieve opening hebt van het uh, Sprookjesbos dat je dus op een punt het Sprookjesbos binnenkomt wat niet een doodlopend eind is dat je vandaar ook kunt uitwaaien naar de verschillende hoeken van het sprookjesbos. Ik denk dat je daar best wel eens gelijk in kan hebben. Maar ik, ik hoop ook. Want um, als we kijken in het sprookjesbos. dan hebben ze een, oh, inmiddels al wel twee, drie jaar geleden. misschien wel langer. dat ze het hele groen hebben aangepakt. tussen het Kabouterdorp en uh, Langnek. Ja. En als ze in die stijl ook het groen hier gaan aanpakken. Want dit was gewoon nog een bos met wat bomen en wat lage begroeiing. Ja, er er was wel, waren wel bosjes volgens mij. en dat was het wel. Niet mega interessant. wel een beetje bosgevoel. maar als het ook in die stijl heel het groen gaan aanpakken en dan nog een nieuwe pad en zo inrichten... dan wordt het een veel impactvoller project dan wij vonden voorwoordig gedacht, denk ik. Ja, en laten we hopen dat ze in vredesnaam wat, wat gaan doen... aan uh, de groene afscherming tussen het Eflink Hotel en het Sprookjesbos. Hè. Dan zou hier, als je op de eerste impressietekeningen kijkt... Uh, ligt er eigenlijk aan de kant van het Sprookjesbos... langs uh, de, de wandelroute richting uh, de ingang van het hotel... zou een hele groene tuin komen te liggen met rotsen en watervallen... Uh, dat, dat valt natuurlijk ook in dit afgehekte gebied. Ja, Zo. wel aan de andere kant van het spoor natuurlijk. Ja. Maar ja, ik hoop dat ze hier ook heel veel gaan doen aan landscaping. Tussen het hotel en het Sprookjesbos. Oh, mag ik alvast een duizend zakken doen voor een glooiend landschap, Tim? Ja. En een groenwal? Daar zouden ze meer mee gaan doen. Ja. We hebben die nog steeds niet gezien bij Danspokkabere trouwens. Nee. Maar dan kan hier misschien ook nog eentje komen. Dat er wat begroeiing op gaat. Het nadeel is natuurlijk wel... Ik hoop ook dat dus ze veel gaan doen aan het groen tussen het Sprookjesbos en het Efteling Grand Hotel. Je mag het af en toe wel door de bomen heen kunnen zien. Natuurlijk, zeker bij de prinses op de echt. Dat is zelfs de bedoeling daar, denk ik. Ja. Alleen daar gaat wel tijd overheen. Daar gaan we niet meteen uh, zien allemaal, natuurlijk. Ja, laten ze dan in vredesnaam ook uh, meteen uh, Pinocchio meenemen. Ja, daarachter moet ook nog wel wat geplaatst worden inderdaad. Zover. Ja, precies. Maar uh, wat zien we inmiddels al wel? Nou. We... We beginnen steeds meer te zien van de bouwwerkzaamheden hier. Sowieso hebben ze op uh, de bouwhekken. Uh, op een aantal plekken een heel fraai bouwdoek aangebracht. met een nieuw beeld, uh, beeldmerk. Namelijk uh, het huisje van Prinses op de Echt. met het Efflinger Hotel als, als een soort back backdrop. En dan uh, zien we in het huisje. Uh, ja, een beetje de contouren van een hemelbed. met een prinses erop. toch net wel ietsje anders dan op die originele piektekening. En we zien uh, op dat uh, bouwdoek dat het sprookje klaar is voorjaar 2025. Wat uh, sneller is dan ik had gedacht. Ja, wij denken nog steeds. Tenminste, ik denk nog steeds dat dit gaat openen. tegelijkertijd met het Efteling Grand Hotel. Dan duurt het voorjaar natuurlijk wel tot mei, uit mijn hoofd. Juni zelfs. Ja, maar toch. We hebben nog maar 2,5 uh, maanden te gaan in 2024. En dan nog een maandje of uh, vijf om in het voorjaar uit te komen. Dat is toch een uh, korte bouw, hoor. maar zeven maandjes. Ik doe een uh, gevaarlijke uitspraak. Maar het is een relatief simpel gebouwtje natuurlijk. Ja, maar ze doen langer over de, het opknappen van het, uh, het huisje van Hans-Grietje dan. Ja, maar daar hebben we ook inmiddels gezien, Tim. Dat was ook wel een complexe constructie met het dak en zo natuurlijk. Ja, dat is ook weer zo inderdaad, ja. Nou ja, wat is er verder gebeurd? Er is, zijn aardig wat bomen gekapt, er is groen gerooid. Een uh, flinke kaalslag dus eigenlijk in het hele gebied vanaf de Rode Schoentjes tot aan Vrouw Hollen. En er stond eigenlijk al niet zoveel meer hè, na de, de bouw van het uh, Efteling Grand Hotel. Uh, ze zijn ook het bouwtrein aan het aanleggen. Uh, ze hebben puinwegen aangebracht en uh, de bouwlocatie zelf ook verhard met, uh, met puin. Ik ben vooral benieuwd hoe snel we hier fundering en zo gegraven zien worden, want nou, dat gaat in de komende weken wel gebeuren. Ik denk dat dat de eerste stap gaat zijn, ja. hè? uitgraven van de fundering. Oh en kabels en leidingen natuurlijk, hè? ook altijd een, o, ja. een puntje. Ja, maar ja, dat kunnen ze een beetje combineren natuurlijk. Nou, hier kunnen we in ieder geval de komende half jaar weer even mee vooruit ja. qua bouwupdates. Ja, dat sowieso. Ja, Tim, en dan door naar het volgende onderwerp, een onderwerp wat initieel was besproken bij onze collega's van Team Talk, maar niet. Uh... Frans Goené, natuurlijk. Nee, we grijpen iets, uh, iets verder terug. Ja, wij bij Kleine Boodschap zijn fan van Fransen. Ja, zeker. Uh, het gaat namelijk over de toekomst van Carnival Festival. En ik wilde eens een beetje inkleden. Uh, want in Team Talk, toen was initieel het gerucht gebracht. dat Vater Morgan een slechte staat zou zijn. dat daar misschien wel een, uh, een grotere opgenomen beurt gingen. Uh, plaatsen dan wat we initieel dachten. We waren zelfs sloop bij of deels sloop een onderdeel van zou kunnen zijn. En toen had uh, volgens mij Thomas gehoord, een van de twee hosts. dat de mensen die bij Carnival Festival zeggen. Oh, Vader Morgana. Bij ons is het gebouw juist in slechte staat, dachten wij. Wij dachten eigenlijk dat, dat eerder tegen de grond uh, zou gaan dan Vader uh, dan Morgana. Nou, en dat is dus een stukje wat ik even wil inkleden. Ik denk dat er wel meer plekken zijn in de Efteling. Waarbij mensen denken: oeh, ja, de plekken waar ik sta, dat gebouw is ook echt wel oud. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld rondom, nou, ik noem maar iets, de halve maand of zo ook het geval is. Dat droomlicht hoop ik dan niet. Dat is natuurlijk laatst flink aangepast. Maar er zijn nog wel wat meer gebouwen in de Efteling die ook al wat ouder zijn. En waarbij dit zo kan zijn. Café-restaurant? Nou, dat weet het al 30 jaar. Van. <laughs> ja. Dus dat is een kleine disclaimer, maar we vonden het wel interessant genoeg om even op in te gaan hè, wat, wat onze gedachten daarbij zijn. Ja, zeker. Ja, het verhaal zou zijn dat uh, de houten constructie waarop de vloeren rusten, dat die zou zijn aangetast, doordat de kelder meermaals onder water heeft gestaan in, uh, in de loop der jaren. Weet jij ook dat dat uh, het geval is geweest? Dat die ja. kelder onder water heeft gestaan? Okay. Ja, ik heb uh, in mijn verzameling meerdere krantenartikelen over water <laughs> overlast in de okay. Efteling, waarbij een aantal kelders onder water staan. Waaronder die van Carnival Festival. En ja, het is natuurlijk een rare constructie ook, Carnival Festival. Het is eigenlijk een. Een betonnen bak eh, die een flink aantal meters eh, de, de diepte ingaat. En eh, een aantal scènes, daar kijk je ook daadwerkelijk zo de diepte in. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de Azië-scènes. Ja, maar dat ben je al een beetje omhoog gebracht. Ja, en om dus omhoog te komen met de baan, staat eigenlijk de, 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 de baan en de vloer daar rondomheen, staat gewoon op houten palen in die betonnen bak. de baan zelf ook op hout of is die op metaal? Ik denk, ook, ik denk dat er wel een, een staalconstructie eh, ook nog ergens zit. Maar ik ben het met je eens. Ik denk eigenlijk dat dat voor heel veel gebouwen in de Efteling geldt. Dat daar al meermaals over is geroepen. Dat er een keer iets aan moet gebeuren. Dus de vraag is even hoe actueel deze werkelijk is. Ja, we hebben er dus zelf in ieder geval weinig gerucht over gehoord. Dus het is tot nu toe echt alleen maar van die mensen gekomen. die daar ook rond die daar achter het scherm wel eens hebben gekeken. En dat is wel anders dan bij Faat Omgaan of Ravelijn. Waar we wel direct dingen hebben opgevangen. uit de organisatie op andere plekken dan mensen die regelmatig in die gebouwen komen. Precies. Maar toch interessant Tim, om even te bespreken wat wij daar nou van vinden. Want uh, we hebben het hier wel onderling al over gehad, hè? Ja, nou ja, ik moet zeggen, ik vind niet per se heel veel over uh, de noodzaak voor uh, ook bij Carnaval Festival groot onderhoud of slopen en herbouw. Daar, daar kan ik niks zin in over zeggen. Maar nee, nee, daar zeker niet. Nee. We zijn natuurlijk wel heel erg goed in armchair imagineren, hier bij kleine woudschap. Ja, ik denk dat de noodzaak om Carnaval Festival te slopen wel uh, verder gaat dan alleen de staat van het gebouw. <coughs> maar dat is mijn persoonlijke mening. <laughs> ja, precies. Nou ja, goed. Ik denk inderdaad dat, uh, dat de decors uh, ook niet meer echt van deze tijd zijn. Hè? En een aantal scènes die natuurlijk nog een beetje wat uh, stereotyperingen hebben die uh, min of meer uh, ongewenst zijn. Dus... Ja, de bewegingstechniek is een zichtbare techniek, op, op, ook op heel veel plekken. Ja, nou ja. Tim, ik moet uh, zeggen, je hebt een mooie draaiboek voorbereid. Hè? En daar uh, noteer je soms wel eens wat ideeën in die jij dan hebt. En dan laat je altijd een mooi plekje open voor mij, om ook mijn ideeën te spuien. Maar ik heb jouw ideeën gelezen en ik denk dat jij die maar eens moet gaan vertellen. Want ben je het er mee eens? Ik vind dat eigenlijk een heel schitterend plan wat jij je schetst. Oh, serieus? Kunnen we misschien nog wel wat dieper op ingaan. Maar... maar ja, wat ik heb gedaan is gedacht van... Stel nou dat het inderdaad zo is dat carnaval festival grootschalig aangepakt moet worden. Wat vind ik daar dan van? Bij de Fatima was ik ervan overtuigd. Behoud zoveel mogelijk van de huidige attractie. Maar bij carnaval festival heb ik eigenlijk zoiets dat gebouw is... Ja, stelt niks voor, de decor's stellen niks voor. Uh, sloop dan maar alsjeblieft de hele attractie en vervangen hem nou eens door een nieuwe attractie waarbij je wel het thema behoudt, uh, natuurlijk de iconische muziek behoudt en de characters, Jokie en Jet. Ik bedoel dat zijn natuurlijk een enorm verkoopsucces. Die zijn ook ingebeurd, ja. Maar ga dan qua thema eens wat meer focussen op het idee van Jokie en Jet gaan de wereld rond. Zoals we dat al wel heel erg zien in de YouTube-filmpjes. En natuurlijk ook in uh, de verschillende acts. Maar nog niet echt in de attractie. En maak die attractie dan ook wat meer bij de tijd. Misschien meer een soort van Mickey Minnie's Runway Railway. Met gebruik van projecties. Ja, daar in ieder geval inspiratie uit je. Ja, En uh, als je dat dan misschien toch doet. Uh, oriënteer dan de entree wat anders. Hè? Uh, laten we dan die dan meer richten richting de Dubbele Laan. Richting het dienstencentrum. Dat je hem echt scheidt van de wereld van Simbad dat het niet een soort van blur is zoals het nu het geval is. Ja, je hebt best wel een gebied om mee te spelen. Hè? Want je hebt daar ook Jokies Wereld, je hebt die toiletgroepen ja. tussen zitten. Je zou heel dat stuk anders kunnen inrichten. En dan heb je denk ik inderdaad een veel mooiere scheiding. Hou je dit echt zijn eigen gebiedje en bevlekt het niet de rest van de Efteling die het toch in een totaal ander stijl Dus Al denk ik dat je steltechnisch technisch ook echt wel iets meer... Richting Efteling kan kruipen. Ja, en als je dan toch bezig bent, dan denk ik echt dat het een schot in de roos is om dit te combineren met een soort indoor speelparadijs. À la, Nou ja, uh, een soort monkey touw, maar dan natuurlijk gethematiseerd naar Jokie en Jet. Als je ik niets... denk dat dat echt een voorziening is die de Efteling heel goed kan gebruiken. Ja, en als je daar dan ook je toiletfaciliteiten en je winkel in plaatst. En dat je er misschien doorheen moet om uh, bij de entree van de attractie te komen. En die entree kan dan ook wat interessanter zijn dan ja, die gevel met de gat erin die het nu is, waar dan nog wel een figuur op staat. Ik denk dat dat enorm goed zou kunnen werken. Ja, en dan zijn we wel echt aan het arm-terreur-engineer, want dit zou een gigantische investering kosten. Ja. Maar die wel echt nieuwe impuls kan geven daar, maar ja, daar kunnen wij makkelijker roepen. Maar ik wil nog wel wat dieper ingaan op de stijl en hoe ze dit zouden kunnen uitvoeren. Want ik heb nog één hele grote vraag aan jou en ja. hoe jij dit in je hoofd hebt. Was er dan het ritsysteem? Dat, dat zou, dat zou het, uh, een doombuck-systeem kunnen zijn zoals het er nu in zit, maar het zou ook een soort ETF-systeem kunnen zijn. Iets met gewoon voertuigen waarin je zit. Misschien wel een vorm van vervoersmiddel. Vliegtuigje, trein, misschien wel meerdere vervoersmiddelen. Want dat is ook wat je, wat je in heel veel filmpjes van Jokie en Jet terugziet natuurlijk. Waar je gewoon in plaats neemt. En het verhaal is dan, met Jokie en Jet gaan we de wereld rond. En iedere scène is weer een ander land. Nou, Wat jij noemde Mickey's and Minnie's Runaway Railway. En daarbij is die, die projecties werken heel goed. Omdat je in scènes wordt geplaatst met jouw trackless voertuig. En dat er dan van alles gebeurt en dat het weer reset voor de volgende set die binnenkomt. En dan werkt het natuurlijk minder goed met een Endless Dark Ride. Maar je kunt er ja. nog steeds wel denk ik toffe trucken mee uithalen. Sterker nog, het feit dat je op ieder ander moment dat effect kunt zien... kan het ook iedere keer wel anders maken. Dus dat kan ook wel heel tof zijn. Maar ik kan me voorstellen dat als je nieuwe scènes gaat ontwikkelen... dat Joke en Jetta veel meer integraal onderdeel van zijn. Want daar zijn ze nu absoluut ja. niet. Nee. Want nu zijn het gewoon echt losse objecten die toevallig in die sfeer een beetje geplaatst zijn. zeg Maar, maar ze interacteren helemaal niet met het decor of zo... Ik vind dus de uitwerking van die poppen veel beter dan de rest van uh, de attractie. Want als je gewoon kijkt naar Carnaval Festival, dan is dat... Nee, ik heb ooit wel eens het primaire genoemd. En dat is absoluut gewoon Maar het is ook het primaire vormenfestijn. Want al die poppen die bestaan gewoon uit nou ja, uh, bollen, kegels, piramides, uh, kubussen, weet je wel. Allemaal van dat soort enorm simpele vormen natuurlijk makkelijk te maken in die tijd als we daar een beetje meer doen in de stijl van Jokinjet... En, en hoe de gebouwen dus wel meer vorm geven en zo... dat het ook niet allemaal super recht aan is. Sowieso al het bewegingstechnieken mooi verstoppen. Eh, dan met showverlichting doen dan in dat projecties in de achtergrond of zo. En af en toe wel van die transformerende elementen. En dus Jokinjet veel meer in die scènes plaatsen... en daar echt dingen eh, laten doen. Ik denk dat het wel... Eh, dat zou kunnen werken. Ja. ja, dat denk ik ook. Hè. Weet je, het, het huidige gebouw, gebouw is verschrikkelijk. Uh, het transportsysteem is uh, uh, ook niet meer echt van deze tijd. De decors zijn verschrikkelijk. Maar... Je ja, IP, de karakters, de muziek, die zijn gewoon goud. En die wil je bewaren. Dus zou ik inderdaad zeggen, breek maar af tot op de fundering en maak er een nieuwe attractie van. Uh, waarbij je ja, op een hedendaagse eigen tijdse manier nieuwe invulling geeft aan het thema op basis van die IP die zo succesvol is. Oh. En volgens mij zijn er heel veel kansen om daar iets heel tofs van te maken. En uh, dan ben ik er zelfs enorm voor in. Nou, hebben we samen Carnaval Festival 2.0 uh, geëngineerd zelfs in mijn hoofd is de attractie gered hiermee. Ja, <laughs> en dat is heel wat. Zeker. Ja, we wachten in ieder geval niet dat er op korte termijn iets gaat gebeuren met het Festival. Maar mocht het toch ooit een keer nodig zijn, Tim, dan hebben wij denk ik al wel uh, wat duit in het zakje gedaan. In, in dat geval gaat we denk ik nog, uh, nog heel vaak heel lang over door Arndt-Cherry mengeneren. Hey Tim, maar ja, je trekt er maar net wel een beetje. Want onder het decor van het Festival, daar zit hout. oh daar dus staat ook al onderhout. Ja. Ah, kijk, nou, dan kunnen we meteen door naar dat blokje, Tim. Wat een schitterend bruggetje, Paul. Een beetje gerecycled, al wel. Ja, precies. Wat is er allemaal gebeurd in het park, Tim, we Moeten we weten? Ja, we beginnen helemaal vooraan met het onderhoudsblokje deze keer. Want eh, zoals je misschien nog wel kan herinneren is, nou, ik denk een half jaar geleden... Uh, een stuk hek en een schuifpoort uh, eruit gereden aan de Europalaan bij de inrit jo. van het parkeerterrein. Er uh, heeft heel lang een rijtje bouwhekken gestaan. En afgelopen week uh, werd ineens een nieuwe schuifpoort en een nieuw stuk hekwerk gemonteerd. Dus nu zit de entree van de Efteling weer uh, gewoon netjes uit vanaf de Europalaan. En daarna dan mogen we ook een park in, qua ja, onderhoudsprojecten. Zeker, zeker. Uh, beginnen we beginnen eerst bij het Efteling Theater. Daar wordt natuurlijk hard gewerkt aan een grote onderhoudsklus. Uh, een tijdje terug is daar een hoop apparatuur van het dak getakeld. Ik denk de oude luchtbehandelingsinstallatie. Daar zijn ze natuurlijk uh, ja, eigenlijk van uh, nog een, een ouderwetse CV-ketel overgegaan naar uh, de warmte-koude opslag. Dus daarmee zal een hoop oude apparatuur niet meer nodig zijn geweest. We hebben een hele grote stalen frame van het dak van het theaterrestaurant afgetageld. En daarna hebben ze daar de dakbedekking vernieuwd. En ze zijn natuurlijk ook nog bezig met de gevels aan de, de Aquanura vijver. Zijn ze nu druk bezig met het sauzen en het inschaduwen. Maar wat me ook opviel is dat ze meteen ook al het, het houtwerk in die zijgevel aan het lakken zijn. En hier en daar hebben ze ook flink wat houtwerk volledig moeten vervangen. Dus blijkbaar zat er toch wat houtrot in die gevels. Oh wow. In die havenhuisjes zijn het dan. En als we dan naar het onderuit daarnaast kijken bij Aquanura. Dan zien we dat er toch wat stalen voeten worden geplaatst. Voor waarschijnlijk die bakers van licht. En die worden dus geplaatst... Binnen die vier bakken waar de kikkers normaal gesproken op stonden. Ja, daarmee een mysterie opgelost hè, Waar we de vorige keer nog over uh, aan het speculeren waren. Ja, waar en hoe dat ze die uh, bakers van licht zouden plaatsen. Ja, maar dat is een nieuw mysterie. Hoe gaan die kikkers nou teruggeplaatst worden? Want volgens mij, de plek waar die voeters nou worden geplaatst voor die bakers van licht, daar stonden de kikkers voor een deel overheen toch? Ja. Zou die toch op zo'n sokkeltje komen of zo? Of op een eilandje daarvoor? Weer? Ja, ik denk misschien naar de sokkel dat ze wat verhoogd komen te staan, misschien ietsje verder naar voren of zo. Dat de setup toch een beetje is zoals op de veiligheidsesjes. Ja, we moeten, het, we moeten het nog gaan zien. Ik heb in ieder geval wel iets anders gespot aan die bakensverlicht. Om de vorige keer te waren we een beetje aan het uh, filosoferen. van... hoe zouden die gaan werken? Wat zijn de effecten die daarin zitten? En hebben een beetje, dus ik denk dat ik daar een beetje duidelijkheid op heb gekregen. Want ik was een wandelingetje aan het doen uh, achter uh, de Efteling door. Zoals wij je Kaatshevel af en toe doen. Dat doen best wel veel mensen in ja. En daar stond de Bakersverlicht opgesteld. En dan waren ze met de techniek bezig. En zorg dat ze het glaswerk raak uit hadden gehaald uit die, uh, uit die ramen. En dat je gewoon de, ja, de displays dus zag die erachter zaten. Want daar leek het ook echt op. Want ze waren testkleuren op aan het uh, ja, testen. En het lijkt dus niet op een soort LED array. Maar het lijkt gewoon echt op LCD-schermen die ze erachter hebben zitten. Dus daar kun je okay. dan echt alles vrij volledig mee doen. Dus achter ieder individueel raampje, daar zat een, uh, een groot scherm achter. En nogmaals, toen in testkleur, maar ze zagen er heel uh, effe uit. Dus niet dat je de verschillende lichtpuntjes ziet. Zeg maar. Dus ja, ik denk dat we echt gewoon. Bijvoorbeeld die ik haal dat je de lampjes ziet branden. Dat er misschien schimmen langskomen die te maken hebben met de, het, met de muziek die op dat moment wordt gespeeld en zo. Ik denk dat het een heel flexibel element gaat worden. En wat echt wel iets kan gaan toevoegen aan het show straks. Ja, dat zou best wel eens een uniek en heel tof show element kunnen zijn. Ik ja. ben heel erg benieuwd hoe dat er straks uit gaat zien. Zeker. En we hadden de voorkeur nog over de gastreizen en het entreegebied. En dat wij het een beetje vreemd vonden, dat ze Aqua tegelijkertijd aanpakken met het theater. Maar luister Rob die had daar nog wel een theorie over. En die zegt, volgens mij pakken ze Aquanura en het theater tegelijk aan. Zodat niet elke dag het water van de Aquanura tegen de herstelwerkzaamheden van het theater aanwaait. En daar heeft hij best wel een punt. Dat is eigenlijk wel slim, ja. ja je kunt er al een hoop windgas of zo tegenaan doen. Maar dan gaat het vocht, wat vanaf die zijkant aankomt, waaien echt niet tegenhouden. Nee. Dat is niet best voor het sauswerk in de nee. Dan, nee. nee, dat is een goed punt. Goed opgemerkt Rob. dank je. Hey, dan door in het Fantasierijk. We blijven in het Fantasierijk hangen. Veel onderhoud daar. Er wordt natuurlijk onderhoud uitgevoerd aan Fabula. De vorige keer zeiden we dat de rotspartij van Fabula aan de Padoespromenade in de Steiger stond. Maar het blijkt veel grootschaliger aangepakt te worden. Want alle rotspartijen rond het hele gebouw, eigenlijk vanaf de ingang van de attractie, via de watervallen naar de uitgang aan de Padoespromenade, die worden allemaal aangepakt. En de rotspartij aan de Promenadezijde die is inmiddels al helemaal schoongespoten. De attractie is wel gewoon open tijdens die werkzaamheden. En om dat voor elkaar te krijgen, hebben ze zowel bij de ingang van de attractie als bij de uitgang aan de toespromenade houten tunnels gemaakt onder die stijgers door, zodat je toch nog veilig het gebouw in en uit kan. Wel een disclaimer, want wij waren er laatst en toen was het flink aan het regenen. Die houten tunnels zijn niet waterdicht. Oh. Dus geen mooi dak opgelegd. Zag er grappig uit. Allemaal mensen die dachten. lekker te kunnen schuilen in die tunnels. En vervolgens krijg je nog een zot watergordijn over zich heen. <laughs> nu special effect en Fabula. Dat gebeurde trouwens ook toen ze met de hoge drukreinigers. de rotspartijen boven die tunnels aan het cleaneren waren. Oh echt ja? Ja. <laughs> dus de mensen hebben dan toch los van die werkzaamheden. Ondanks de tunnelconstructie. Ja. Hm. Jammer. Ook vindt er onderhoud aan de vijvers van de Padoespromenade plaats. Want één zijde die is volledig afgezet met bouwhekken. Aan de kant van het Sprookjesbos... Ja. Ja, daar zijn ze de beschoeiing van de vijver aan het uh, vervangen. Eigenlijk zeg maar het, uh, het houten plankje waaraan ze de vijverfolie ophangen. Nou ja, begrijpelijk onderhoud op zich. Alleen als we dan weer kijken naar uh, die gastreis, dan denk ik van... ja, volgens mij is die hele afzetting met bouwhekken helemaal niet nodig. Volgens mij ziet het er veel netter uit als je gewoon die werkzaamheden uitvoert. Gewoon in het volle zicht van de bezoeker. Want iedereen zal snappen dat je af en toe eens aan een vijvertje moet werken. Daar hoeft wat mij betreft helemaal geen rij bouwhekken voor te staan hoor. In het verleden hebben ze ook niet gedaan toen ze aan het aanleggen waren Nee. Het stoort toch veel meer dan dat je gewoon je werkzaamheden uitvoert? Ja, dat zou ik ook denken, ja. Nou, minder bouwhekken is denk ik ook af en toe gewoon een, een oplossing uh, voor de gastreis. Hé, hey, en dan door naar Symbolica. Daar waren we natuurlijk heel erg enthousiast dat de fabelvis eindelijk gefixt is. Die weer uh, netjes uh, vanuit boven het uh, botanicum in komt zeilen. Maar wat heel erg jammer is, is dat de fabelvis voorlopig toch problemen blijft geven... Want eigenlijk, nadat ze hem dus gerepareerd hadden, een paar dagen later viel hij weer in storing. Heeft een paar dagen geduurd. Daarna hebben ze hem weer werkend gekregen. En op het moment van opname staat hij weer stil. Dus het blijft toch een, een klein hoofdpijndossier, denk ik. Misschien heb jij binnen een paar weken al een glazen verdiend, Tim. <laughs> ja, bijna wel. Ik vraag me af of dat hij echt kapot is, ze over de glaasbol wel tellen hoor. Alleen misschien staat hij gewoon stil omdat ze dat extra berengtje nog in orde aan het maken zijn of zo. Goed punt. Nou, we gaan het in ieder geval meemaken. Hij heeft bewogen, hij staat nu stil. Nogmaals voor de glazen bol. Ga je gewoon de punten inrollen dadelijk. Maar uh... laten we hopen dat hij het gewoon gaat doen. Dat zou het allermooiste ja, zijn. Dat hij het ook blijft doen. Dan door naar uh, andere Tim. Want daar gaat iets niet helemaal goed bij Vater Morgana. Ja, uh, wat er opvallend is, is dat uh, in zeg maar het, uh, het, het pleintje voordat je de gevangenis invaart. Hè, met uh, onder meer de, de buikdansres, zeg maar, het, het gedeelte net na het vallende hek. Dat daar uh, de muziek al uh, een aantal weken mist in die hele scène. Dat is het muziekstuk Eastern Gills. Uh, staat maar op een enkele cd en hoor je ook alleen maar op die plek in de attractie. Maar uh, die is dus uh, spoorloos verdwenen. En er is misschien wel meer aan de hand houden, want ik heb laatst laatste ritje gedaan in Fata Morgana en daarbij miste niet alleen die muziek, maar miste er al veel meer van de muziek. Of die leek extreem zacht in de achtergrond aan te staan ofzo. Zou er iets mis zijn met de geluidsapparatuur daar? Ja, dat nou, zou zomaar kunnen. Nou, trouwens de reden dat die heel zacht aan stond is omdat ik volgens mij muziek uit een andere scène door de wanden heen hoorde. Mm. Dat lijkt me ook niet de bedoeling. En in de scène met de Pasha, daar hoorde je eigenlijk alleen maar de band spelen. En juist de, de, het hoofdthema weer niet. Mm. Dan is er echt iets serieus mis met de muziekinstallatie. Dat is vrij bijzonder. Officieel toepasselijk in die scène na het vallende hek, het, zeg maar het voorplein van de gevangenis, daar is de, de fluitist die daar op de grond zit, die is achterovergevallen. Je zou bijna zeggen dat daarom het muziekstuk niet te horen is. Dat hebben ze inmiddels netjes opgelost. In ieder geval tijdelijk door er een van die houten kamerschermen omheen te zetten. Die ook netjes gethematiseerd zijn. Nou, laten we hopen dat de heren van bewegingstechniek die animatronic snel weer maken. Ja. Dan nog een kleine maar denk ik fijne optimalisatie voor de meeste mensen. Je hebt een aantal zitbankjes aan het asfaltpad staan. Tussen Bekkerijk Rummel en de entree van Max en Moritz. En eigenlijk in het najaar en in de winter was dat telkens een enorme modderpoel. Uh, zeg maar op de plekken waar je dan uh, ging zitten. Uh, en dat hebben ze nu opgelost door daar uh, een aantal grote keien in te leggen, zodat je daar weer gewoon droog aan het pad kunt zitten, ook als het uh, een tijdje geregend heeft. Jo. En bij de laatste hoop, de toiletgroep bij het Dansmakabre, uh, zijn een deel van de urinoirs inmiddels weer in gebruik, nadat uh, ze volgens mij een paar maanden uh, afgesloten waren. Namelijk uh, de urinoirs aan de linkerzijde, die kan je weer gebruiken, en die aan de rechterkant, uh, die staan nog achter de hekken, dus mogelijk zijn ze daar toch. Aan het experimenteren met een oplossing. Volgens mij kunnen we al door naar Ruikrijk Tim. En daar was iets stof gespot bij, Joris en de Draken. Ja, er is een uh, nieuw watertappunt in de wachtrij uh, verschenen. In het gedeelte bij het moeras. Heel mooi uitgewerkt in de vorm van een, uh, een hellebaard. En uh, dat kunnen we meteen door naar het reisrijk. Daar zien we bij uh, vroeger ook uh, nieuwe signing in de attractie. Die echt prachtig uh, vormgegeven is in het thema. Dan door naar het Maarrijk. We vliegen er doorheen vandaag. Nou, vandaag gaat hard. Een hele bijzondere storing bij het carouselpaleis. De gevel is er natuurlijk een tijdje terug voorzien van uh, nieuwe, hele fraaie ledverlichtingen, Heel erg oranje kleurig. Hé, hey, is vriendelijke verlichting bij de carousel. Wow. Maar de nieuwe verlichting in het middenste deelt, gedeelte van de façade, zeg maar daar waar de kassa staat en de koepel zit en ook de in- en uitgang van de carousel, die is inmiddels al enkele weken defect. Hmm. En terwijl de rest van de verlichting van de voorgevel het wel gewoon doet. En het suikerhuis, het platte grond daarnaast... Uh, en het muurtje wat ertussen zit, die is afgezet met bouwhekken. Daar zijn ze flink aan het schilderen. De doorgang dus naar de EWO die is uh, daardoor dicht. Maar je kunt via de zijkant er wel gewoon nog bij komen. En het suikerhuis is van binnen ook helemaal gestript. Een enorm klein horecapuntje natuurlijk. Hè? Ik heb er vaak gestaan. En je hebt er vroeger ook uh, gestaan? Ik heb vaak zat. Uh, een dag op het uh, suikerhuis gestaan, ja. Besefte jij toen hoe die constructie in elkaar stond? Tim? Nee, nee. <laughs> nee. Want wat ze dus hebben gedaan, ze hebben heel dat gebouwtje gestript. En wat blijkt dus... Uh, dat is niet veel meer dan uh, wat stukwerk op steengaas. Daar zit niet echt een, uh, een gemetselde constructie of zo achter. Dit is gewoon uh, net als het huis van uh, Roodkapje vroeger. Ja, ben benieuwd wat ze hier uh, nu gaan doen. Zou ze hier nu net zoals bij het oude huis van Hans en Grietje... aan de binnenkant een bakstenen constructie er tegenaan maken of zo? Hmm, dan kunnen ze misschien net zo goed gewoon dat stukje opnieuw maken. Dat is wel een heel vreemd horecapuntje trouwens. <laughs> ja. Volgens mij is het van origine ook niet gebouwd als horeca... maar volgens mij als informatiepuntje of zo. Daar is het vrij vreemd voor. Zou het best wel zo kunnen zijn dat ze deze misschien aan de binnenkant gaan isoleren? Of, ja. of ze daar in de winter ook niet meer zoveel te stoken? Ja, nou met de luik open. Ja, en een flink warmtegordijn nodig. Maar die blaast dan waarschijnlijk weer de suikerspin weg. Uh, ja, nou, nogmaals, vreemd hoor puntje. Gewoon een dikke jas aan in de winter en niet stoken. Ja, net als een buitenverkooppunt. Zo moet je het eigenlijk gewoon zien. Ja. En dan hadden we het er de vorige keer over dat uh, het nieuwe beeldje van de drinkenproer op de fontein op het Antropiekplein, dat daar uh, een stukje hand en de mok van was afgebroken. Dat beschadigde beeld hebben ze inmiddels weggehaald. Waarschijnlijk om uh, in het gildehuis te herstellen. En wat wel slim is, ze hebben het oude beeld waarvan de arm met de beker niet bewoog, die hebben ze gewoon tijdelijk weer even teruggeplaatst. Ja. Heel slim. Dan door naar het lavelaar er zijn nog wat dingen aan de hand. In een doorgang in de muur tussen het Leunhuis en het Lurk en Limoenhuis, daar is in een toog waar je onderdoor loopt, zijn flinke scheuren ontstaan. En die doorgang is inmiddels afgezet. Ik denk dat ze daar bang zijn dat het stukje muur in gaat storten. Verder zien we in het Lurk en Limoenhuis dat ze toch problemen blijven houden met de baard van lavluur. Natuurlijk de nieuwste toevoeging aan het lavelaar, die blijft op een aantal plekken loskomen. En. Ja, ik moet er toch even op terugkomen. De vorige keer, of misschien wel een, een nieuwsaflevering daarvoor... vroeg ik me af... Eh, hebben ze een geur effectje toegevoegd aan het lurk- en limoenhuis... wat een beetje ruikt naar, naar citroenen of limoenen. Uh, maar ik kan het zelf inmiddels niet meer ontdekken. En uh, eigenlijk de meeste luisteraars die er zijn gaan snuffelen... die zeggen ook dat het uh, niet naar uh, citroenen of limoenen ruikt. Ha? Dus ik denk dat ik me heb ingebeeld. Iemand zei, is het niet gewoon het, uh, het schoonmaakmiddel... waar ze de ruitjes mee hebben gezeemd? Zou zo maar kunnen. Oh, ja. Maar... Uh, bij deze volgens mij zou het superleuk zijn als ze hier een geureffectje zouden toevoegen, toch? Het zou enorm passend zijn, inderdaad. Ja. Ja. En we hadden het er al eerder over dat uh, de molen van het Larie Koekenhuis al lange tijd uh, weer stil staat. Inmiddels uh, staat ook de bakker zelf, die uh, natuurlijk uh, met normaal gesproken met zijn tegenroller uh, naar het laafje dat in een van de molenwieken hangt, uh, staat te zwaaien. Die uh, staat inmiddels ook al een aantal weken stil. Hm. Jammer. Ik denk dat we dan even in het sprookjesbos moeten gaan kijken, Tim. Ja, daar is natuurlijk hier en daar nog wat gekapt. Onder meer voor de realisatie van de prinses op de Ert. Maar ik zag bijvoorbeeld ook dat er rechts van de Zemermin ook een aantal bomen zijn weggehaald. Dus ze zijn toch hier en daar ook bezig met wat, wat bosonderhoud. Hopelijk wordt daar wat moois teruggeplant. De Efteling heeft in ieder geval aangegeven van wel. En wat verder nog opviel in het Kabouterdorp is eigenlijk dat het hele mooie scènetje onderin de Kabouterboom... er al best wel een lange tijd slecht aan toe is. Uh, beide kaboutertjes die bewegen uh, belabberd. Uh, het deurtje werkt maar half en ook het klavensymbooltje staat open. Zonde, want dat is echt een, uh, een kunstwerkje. Dus uh, nou ja, hopelijk uh, als de, uh, de heren van bewegingstechniek klaar zijn in de FATA, dat ze even uh, naar dit tafereeltje toe kunnen. Want dat zal wel vrij uh, simpel uh, op te lossen zijn. Alhoewel, uh, het is altijd wel een uitdaging om bij dit scènetje te komen. Weet jij, Paul, uh, hoe je hierbij kan komen? Door een heel klein deurtje. Volgens mij wat linksachter. Het is heel avontuurlijk. Je moet uh, het ronde raampje voor in de boomstam open zetten. En dan moet je op je buik door die boomstronk naar beneden kruipen. En dan lig je dus als het ware op je buik in die boom. En dan kan je net met je hoofd en je handen bij het tafereeltje komen. Oh, wow. Oké. Okay. Dus dat is <laughs> niet heel makkelijk om daar te werken. Nee, gewoon helemaal niet. Oh, Oké. Okay. Ik heb ook wel eens een paar keer zo op mijn buik daarin gelegen. om het tafereeltje een beetje op te poetsen. Ja, als ze daar groot onderhoud doen, dan halen ze gewoon de ramen eruit aan de voorkant. En dan moet je ook op je buik liggen om iets ja. te kunnen doen. Ja, het kan niet anders. Ja, Oké. Okay. Ja, dan even kijken bij het onderhoud bij Hans en Grietje. Nogmaals, wil je daar heel veel over weten, en dan kun je onze bonusaflevering luisteren. Maar er is de afgelopen week ook weer van alles gebeurd. Het decoratieschilderwerk is in ieder geval in volle gang. En ze zijn met name met die pannenkoeken heel erg in de weer naar Tom Rijpers, die kon hem al horen in een aflevering... die uh, hoopte erbij nog dat er misschien uh, ook wel wat druipende stroop... van die pannenkoek af zou kunnen komen op punten. Oeh, dat zou een heel vet, uh, vet detail zijn, ja. Nieuwe fonteintjes zijn inmiddels ook geplaatst... en de tuinpot is uitgegraven en voorzien van wapening en bekisting. Dus het uh, testje wat ze hebben gedaan uh, daar, Mark en Koenders schijnbaar helemaal succesvol geweest en gaan ze nu uitvoeren. De straatwerk is ook gereed en uh, nogmaals van Tom... Die zou het ook wel heel tof vinden als het nieuwe Hans en Grietje aan de zondags komen. En daar weten we natuurlijk nog niks over. Nee. Er is wel beloofd dat de dingen werden geplus. Nou, in het huisje zien we wel uh, er en her wat dingen. Maar dit is ook zomaar kunnen. Want de Piekse tekeningen die vond hij zo prachtig en karakteristiek. Maar wat er al die jaren heeft gezeten, was niet zo heel fraai, vond hij. Nou, die snap ik wel inderdaad. Zoals Anton Pieck Hans en Grietje heeft getekend, uh, zien ze er inderdaad super uh, karakteristiek uit. Terwijl de huidige figuren zijn natuurlijk een beetje. Flats, en standaard. Ja, Zo. een beetje klinisch misschien. Het dus ja. in ja. zou eigenlijk inderdaad wel een hele toffe optimalisatie zijn... om uh, Hans en Grietje nou eens echt uit te voeren... volgens de, de originele tekeningen van Piek. Ja. Nou, laten we uh, het hopen. zou wel een toffe verrassing zijn. Ze zijn in ieder geval bij Devo binnen geweest. Dus wie weet wat er allemaal is gebeurd. Ja. En tot slot nog een uh, korte onderhoudsupdate uit de wereld van de Efteling. Het viel mij op dat de noordkant van het Efteling Hotel... Uh, zeg maar uh, de kant die parallel aan de Europalaan ligt, dat die nu in de bouwhekken staat. Dus zouden ze daar stiekem al begonnen zijn met voorbereidingen uh, voor het groot onderhoud aan de begane grond van het Efteling Hotel? Ja, dat is de kant van de hoffelijke ruit en een uh, deel van en die speelkamer en een deel van uh, de gelagkamer. Ja, zouden ze daar ja. alvast een, een bouwterrein gaan inrichten voor die uh, grote klus? Ja, nou, uh, ja nou, ik denk uiteindelijk dat het bouwterrein misschien wel komt op de plek waar nu de entree van het hotel zit. Maar ze moeten overal rondom kunnen komen. Nou, je hebt op die plek natuurlijk alleen die, uh, die twee grote terrassen met vlondels. Ja, die kan je natuurlijk heel makkelijk afbreken en da tijdelijk je hele bouwplaats inrichten. Ja, ik dacht, misschien richten ze alles alvast in, zodat ze er straks rondomheen overal makkelijk bij kunnen met hoogwerkers. Maar dat hoeft helemaal niet, want ze hebben de laatste alles al opgeknapt aan de buitenkant. Ze hoeven dus alleen binnen te zijn op de ja. begaande grond. Ja. En hier kun je natuurlijk makkelijk bouwketen neerzetten. Terwijl het hotel nog in gebruik is. En op andere plekken niet. Want dan sta je of op het parkeerterrein, waar al te weinig parkeerplek is, of voor de ingang. Dus het voelt wel als een logische plek om je bouwplaats in te richten. Dat is waar, ja. Nou, voor een paar maanden gaan ze er wel aan de slag. Ja, ja Ze kunnen hier inderdaad een voorbereiding treffen. Klinkt logisch. Ja. En hey, dan gaan we weer door naar het kort nieuws, Tim. En als we dan een rondje door het park lopen, zien we dat de ombouw van het zomerstrand naar de warme winterweidel is begonnen. Die zomerse chalets die worden omgebouwd. En dat doen ze eigenlijk heel slim. Daar schroeven ze gewoon panelen tegenaan met donkerbruine planken. Die eigenlijk gewoon de zomerse uitstraling maskeren. En dan zijn we helemaal winterklaar. klaar. hele effectieve manier van uh, omthematiseren, ja. ja. En zelfs de schaatsbaan die wordt al opgebouwd hè, op dit moment. Ja. Dus dan ligt de daak mooi ruim op tijd klaar om in november te openen. Oh, ik heb echt zin in uh, de winter Efteling. En de winter trouwens ook. Heerlijk. Laten we komen. En dan een paar horeca-updates. En uh, oh, Tim, er is ook wel een enorm aantrekkelijke nieuwe zoete seizoenspannenkoek aan. Uh, nou, niet aangekondigd, maar die is gearriveerd bij Poller's Keuken. Ja. Dat weten we met dank aan Manon. Ja, een van de dames die ons natuurlijk heel erg helpt met uh, de organisatie van de Villa Palouse Winter Winterrun en Winterwalk. Ja, en als je deze op hebt, is het niet heel verkeerd om daaraan deel te nemen. Want <laughs> dat is een pannenkoek met bananen in de deeg. Voorzien van bananenchips, bastonje parfait, bastonje kruimels en chocola. Of chocola, zoals ons berichten. Dus een, een lichte calorieënbom. Maar oh, dat ding er ziet er goed uit. Tenminste, de ingrediënten, ziet er ook wel heel goed uit. Wel een goede combi hoor: banaan, bastonje en chocola. Nou, zeker. Oh. Zeker. Dan kun je me s'nachts wel wakker maken. En uh, kunnen we je ook wakker maken, Tim, voor de nieuwe koffiespecials? Is de paus katholiek? Ja, oké, okay, dit had ik op zich wel kunnen weten. Maar <laughs> ja. ze hebben wel specifieke smaken bij de kleine Klaroen. Ja. Want je kunt verstaan een variant met piksas krijgen en met witte chocolade. Nou, die blief ik allebei wel hoor. Ja, ja dat klinkt op zich wel goed. Ik geef er verder niks om. Maar... Ze zijn overigens te verkrijgen als warme koffie, maar ook als ijskoffie. Oh, beide, als warm ook? Ja. Oké, ja, oké. Okay, okay. Toch binnenkort maar weer eens proberen tijdens mijn één uur Efteling. U kent het rondje inmiddels. Ja, dan moet je toch wel lopende dingen drinken, Tim. Want we gaan het niet redden. Hey, bij de Smulpaap een interessante optimalisatie van het, uh, het online bestellen of eigenlijk het, uh, het afhalen van je bestelling daar hebben ze voortaan een afhaalbalie A en een afhaalbalie B gemaakt wat dan ook weer apart uh, wordt weergegeven op het scherm dus welke uh, balie jij jouw bestelling moet, uh, moet ophalen waarschijnlijk om zo wachtrijen te voorkomen en hebben ze overigens heel netjes uitgevoerd heel mooi beletterd uh, boven de balies met een uh, hele mooie pikse vormgeving krullen en een heel mooi lettertype dus uh, heel netjes en dan denk ik door naar uh, de grootste flater van uh, deze nieuwsaflevering. Ik weet niet wat het de grootste flater is, maar ik denk dat je doelt, Tim, op die luchtballon die is geplaatst op het nieuwe podium van Jokin. Jet. En dat lijkt degene te zijn die op het zomerstrand stond. Dus ja. een flink groter dan op het kleine uh, Jokin. Jet prieltje wat, wat op dit moment nog in het park staat. Ja, ik weet niet of nou per se die luchtballon zelf het probleem is, want ik snap heel goed dat ze die gebruiken als aankleding van het podium. Maar de locatie vind ik wel bijzonder. Want die ligt onderhand meer tegen Vogelrock aan dan tegen Carnival Festival aan. En ik vraag me af wat dit gaat doen op drukke dagen. Want ga je zo niet je publiek rond die show precies op de plek zetten waar straks ook de mensen in de reis staan om in de attractie te gaan? Nee, dit is dus Tim waarom ze ooit die hele wazige constructie hebben gemaakt met al die heggetjes daar. Want ik heb er nog eens op mijn gemak staan te kijken. Want je hebt eigenlijk perfect in de radius van het podium heb je daar dus een, een, ja, in een booglopende uh, heg staan. En dat is zeg maar tussen het podium en die heg. Daar sta je dan als publiek straks te kijken. En dan kun je in principe als je de attractie uitkomt jezelf weer aansluiten. Maar je hebt ook gewoon een pad wat in het midden vrij blijft... waarmee je de attractie zelf kunt betreden of de uitgang uit kunt lopen. Dat willen ze dus denk ik vrijhouden. Daar sta je dus dan als goed dus niet te kijken. Maar ja, je kunt in principe gewoon achter die heg ook gaan staan ja. en dan ook gaan kijken. Dus dat wordt wel wat spannender. En dan daar links van heb je de, de route waarmee je richting de toiletten kunt. Ik denk dat dat ooit origineel de reden is geweest dat ze deze gekke constructie toen hebben geklust. Dus die aap komt er nu uit de mouw. Ik hoop dat het zo werkt in de praktijk. Ja, daar hoop ik ook. Want we stonden er te kijken en het volk wat bij dat kleine podium kan kijken, dat is wel veel groter dan wat bij dit podium kan kijken. Maar aan de andere kant, het nieuwe podium is in ieder geval wel wat groter. En ja, de ruimte eromheen is toch, is toch wel vrij krap trouwens. Nou. Ik ben benieuwd hoe dit gaat werken. Wat eigenlijk nog hebben het meeste stoort, en niet alleen mij trouwens, is dat. Iedere mogelijke zichtlijn komende vanaf het Mare Rijk richting het Rijsrijk op die prachtige Vogelrok is echt totaal geblokkeerd door ja. tot die luchtballon nu. Ja, of hij staat prominent in de achtergrond afhankelijk van waar je dan uh, kijkt natuurlijk. Ja, eigenlijk heb je alleen een fatsoenlijk zicht op Vogelrok als je vanuit de richting Gondoletta komt. Uh, ja, zicht op Vogelrok wel, ja. maar dan heb je dan wel die puist van een ballon erachter. Ja. Dat is ook niet alles eigenlijk. Hij ja, had natuurlijk een hele mooie zichtlijn, als was vanaf de dubbele laan lopende richting Reizenrijk. En dan doemde die zo langzaam op. Nou nee, die ben je wel kwijt. Dit doemt de ballon op. Ja. ja, ja. Nou, ja, ze zijn in ieder geval bezig daar ook de puntjes op de i te zetten. Hè. De ballon staat nu dus. Ze hebben het podium zelf nu lichtblauw geverfd. En ze hebben ook al de elektrakast die bij het oude podiumpje stond, inmiddels verplaatst naar het nieuwe podium. Dus ik denk dat deze zeer binnenkort in gebruik wordt genomen. Ja, dat lijkt me wel. Mits die niet nog een keer verplaatst gaat worden. Oeh, ja. ja. En nog iets geks op het Rijsrijkplein. We hadden het er eerder al over dat we ongeveer ter hoogte van uh, dit nieuwe podiumpje... dat er een, een camera was geplaatst, zo'n bolletje. Iets wat we eigenlijk nergens in de Efteling zien uh, in het park. Maar ze hebben nu ook een soort tijdelijke bouwwatchcamera uh, geplaatst uh, voor de ingang van Kachbar. En elders op het plein worden er uh, nieuwe permanente cameramasten geplaatst. Wat zijn ze hier nou aan het doen? Waarom houden ze dit plein zo nauwgezet in de gaten? Als ze het alleen op deze plek doen, lijkt het toch het is niet dat dit nou een hoog risicogebied is voor opstootjes waar je nee. camera bewijs of zo voor wil vastleggen. Ja, dit plein is misschien natuurlijk wel de drukste plek in de Efteling. Ja, misschien niet de drukste plek, maar wel waar je het heel erg merkt als het snel druk wordt. Grootste puinhoop als het druk is. Ja, een soort bottleneck toch wel, die ze nog iets hebben uitgebreid door het plein smaller te maken op plekken. Zou dit uh, het nieuwe projectje van Jonas zijn? Ja, zou kunnen. Zijn er nog bijzondere camera's of zo die, die al. Je linkt kunnen worden aan een of andere ai analyse club of iets in die geest? Uh, nee, zoveel verstand heb ik er nou ook weer niet van. Uh, 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 Oké. Okay. interessant om in de gaten te houden. Ja. Zo'n camera trouwens voor de ingang van je restaurant heeft ook niet echt uitstraling hoor. Nou ja, sowieso van die tijdelijke blokken. Zo, nou ja, nee, nee, nee. Het zal uh, allemaal voor een groter doel zijn, hè. hopelijk. <laughs> ja. Hey, en dan uh, door naar de vacatures. Best wel veel interessante, leuke vacatures deze keer. Uh, onder meer uh, twee nieuwe voor het Efteling Grand Hotel, namelijk een manager front office en een manager housekeeping. Die laatste misschien wel interessant voor mij als uh, poetsfriek. Ik lekker de hele dag gaan kijken of iedereen goed poetst. Ik begrijp het in wat de Nestling dat het bij iedereen wat in gestampt is. Dus ik denk dat er intern ook flink wel mensen kunnen gaan solliciteren. Ja, en ook een paar hele mooie uh, functies in het park. Zoek weer een operationeel duty manager. Een, uh, een van de opvolgers van Anja Klis. Maar ook een teamlead van de groene Afdeling. En een projectmanager voor uh, de Horeca Park. als je wat wil gaan doen met uh, nieuwe restaurants en verkooppunten. Maar eigenlijk het meest interessante is nog wel om te zien dat er uh, weer heel veel vacatures uitstaan voor meewerkstages. En er waren er twee die een hele interessante, specifieke opdracht hebben. Ja, want we hebben een uh, meewerkstage wet- en regelgeving. Dat klinkt in de basis dan weer heel breed. En uh, daarbij zit wel een interessante omschrijving. Ik zal hem gewoon quoten. De kans op een crisis in de Efteling is nooit geheel uit te sluiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitvallen van elektriciteit, een grote brand of een ongeval. Nou, die elektriciteit hebben we al eens meegemaakt. De grote brand is ons gelukkig nog bespaard gebleven. Even afkloppen op de opname daar. Vond die van uh, ongelakt hout is toch? Daar de onderkant in ja. Onderkant, onderkant. Goed zo, goed zo. Uh, hiervoor heeft de Esteling een crisisorganisatie die handelt via een zorgvuldig bepaalde werkwijze. Dit alles staat beschreven in een integraal crisisplan. In dit plan zijn verschillende crisistypen gedefinieerd, waarvan vooraf het bepaalt dat dit zorgt voor opschaling naar de crisisorganisatie. Voor ieder type crisis moet een scenariokaart worden ontwikkeld, en die kan worden gebruikt bij opschaling en tijdens vergaderingen van een crisisteam. En daar zal dus jouw opdracht liggen. Ja, interessant dat ze dit gewoon zo op de website zetten. En de tweede is een meewerkstage Bouwtechnische Bedrijfskunde. Daaruit blijkt het dat het jouw taak wordt om alle aanwezige kennis binnen de Efteling. met betrekking tot Efteling-specifieke bouwkosten. uniform te documenteren. en toegankelijk te maken voor de kostendeskundige middels een database. Het dat is wel een heel erg Efteling-specifiek project, natuurlijk. want daar gebeuren wel dingen op andere manieren. weten wij zeker na de rondleiding bij ons, en Grietje. dan op andere plekken. Ik kan me zomaar voorstellen dat je dus de kosten moet gaan uh, vastleggen. van uh, inschaduwen of. Uh... Uh, smotsen, shape, smotsen uh, nat in nat schilderen. Let op, want ik denk dat dat soort termen serieus worden vastgelegd. Want ze schrijven ook dat de database onder andere omschrijvingen van de bouwmethodieken, ondersteunende beeldmateriaal en relevante kosteninformatie bevat. Dus daar komen die termen gewoon in te staan. In met fotootjes erbij. Of zou ik gewoon een, een beetje een soort handboekje Efteling kunnen. Misschien een handboekje kleine boodschap luisteren ook. Ja, maar dan wel met prijzen erbij. Hè? Dat is een beetje de, 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 de hoofdzaak, zeg maar. Lijkt mij zelfs interessant om erheen te snuffelen. Ja, twee, twee gigantisch interessante stageopdrachten lijkt me. Ja, zeker. En zo zijn er heel veel. Dus check de vacatures site als je voor een stage of gewoon voor een baan bij de Efteling terecht wil. Want er uh, zijn weer opvallend veel vacatures. Ja Tim, dan denk ik weer een nieuw hoofdstuk in jouw, nou, jouw fascinatie voor de organisatie. Binnen de organisatie. Want er lijkt weer een wijziging te zijn geweest in de afdelingen en de teams die bij elkaar geschept zijn en et cetera. Nou, ja. Je tot mijn organogram fetish? Ja. Nou ja. Dus neem ons erin mee. Ja, nou, wat we lezen, overigens ook weer in een vacature: dat is altijd interessante bronnen van informatie. En op LinkedIn, trouwens, is dat de afdeling Communicatie en Reputatie sinds kort Maatschappij, Communicatie en Omgeving heet. En Femke van S, die eerder hoofdcommunicatie was, maar natuurlijk een switch had gemaakt naar de afdeling strategie en innovatie, volgens mij. Die is nu teruggekeerd als manager van deze nieuwe afdeling. En wat doet die afdeling dan? Nou, in een vacature lezen we: deze afdeling vertelt actief en reactief het verhaal van de Efteling. en draagt daarmee bij aan een sterke reputatie en het succes van de Efteling. Interne communicatie en corporate communicatie behoren tot de belangrijkste vakgebieden. Denk hierbij aan contact met persrelaties, communicatie naar collega's en omwonenden en het monitoren van media uitingen over de Efteling. Daar zullen wij ook onder gaan vallen, denk ik dan. En aan de communicatieafdeling zijn ook een aantal mensen toegevoegd die eerst op andere plekken in de organisatie zaten. Uh, volgens mij een van de strategen en ook wat mensen van de afdeling bestuurlijke zaken. Ja, ik denk een goede ontwikkeling om bij communicatie ook maatschappij en omgeving te betrekken. Uh, en volgens mij is er meteen al wat werk aan de winkel, hè? Ja, er was wel wat ophef ontstaan rondom de Efteling inderdaad. Want um, in het laatste weekend van september is er een groep van 14 jongeren het park uitgezet. En daarbij werd er schijnbaar gevreesd dat zij kwamen protesteren tegen Total. Want die had op dat moment een bedrijfsfeest in het park. Nou is het wel zo dat wij dit een beetje bij elkaar hebben moeten puzzelen op basis van berichtgeving die vooral na al ophef en zo ja. uh, naar buiten kwam. Nou, vanuit het kamp van de, uh, degene die het park uit de wagen zette, nou, die vonden dit echt wel buitensporig dat het was gebeurd. Er was een doorzoeking van de tassen gedaan, er werd niks opvallends gevonden. Uh, maar uiteindelijk moest de groep, inclusief iemand in een rolstoel, het park uiteindelijk verlaten. Ze hebben wel ticket- en reiskostenvergoeding gekregen om later nog eens terug te komen. Maar uh, nou, de groep was zeer verontwaardigd en de reactiesgroep die waren ook wel uh, zeer uh, nou, divers. Laten we het daarop houden. Ja, ze vlogen alle kanten uit. Hè. Ze waren heftig. Of uh, ze stonden eerlijk achter de Efteling of erg achter uh, deze groep jongeren. Uh, Omroep Brabant heeft nog even uh, overleg gehad met een mensenrechtenadvocaat, Jelle Klaassen. En die zegt dat de Eftelingen uh, dit niet had mogen doen en dat hij het stuitend vindt. En, en er is ook een toelichting gevraagd aan het College voor de Rechten van de Mens. En die zeggen dat uh, louter activisme geen reden is om iemands gedrag bij voorbaat al te verdenken. Als er namelijk geen concrete aanwijzingen zijn voor een verstoring, dan is het moeilijk te verdedigen dat een groep op basis van vermoedens of een activistische achtergrond wordt geweigerd. Een weigering die moet namelijk op redelijke en objectieve gronden gebaseerd worden. En uh, om te kunnen beoordelen of de Efteling inderdaad fout zat, zou dan een van die mensen die uit het park zijn gezet eerst een klacht moeten indienen bij het uh, college voor de rechten van de mens. Maar goed, met uh, deze verklaring hebben ze daar natuurlijk al wel uh, enige richting aangegeven hoe zij daarover denken. Wat, uh, hoe, hoe sta jij erin, Paul? Twee dingen erover, Tim. Misschien wel drie. Ik zou hebben die tas doorzocht. En eh, nou ja, dan vind je niks, dan zou je ze het voordeel van de twijfel kunnen geven, of in ieder geval een beetje in de gaten kunnen houden als je toch vermoedt dat er iets gaat gebeuren. En dat is dan misschien de mooie oplossing. Maar ja, dan komt de tweede, en dat is dat stel, dat er gebeurt dan wel iets, dan heb je nog een veel grotere rel dan wat je nu misschien hebt gehad. En dat is wel een balans waar je natuurlijk die een beetje moet zoeken, maar dan nog steeds op dat punt leek het absoluut niet, of niet nee. per se te komen, dus dan gaan ze toch een beetje ver. Een derde ding, ja, eigenlijk vind ik het echt wel jammer dat, ze, uh, dat er niks is gebeurd. Want ze hadden ook gewoon naar Ravellijn kunnen gaan, daar kunnen protesteren. Hadden ik gauw een uh, puntje voor een glazen bol binnengehaard, extra. <laughs> ja, nee, ik vind het ook het de, 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 de uiteindelijke besluit van de Efting om die groep toch buiten te zetten. vind ik echt totaal nergens op slaan. Kijk, dat je zo'n groep al verdenkt van activisme puur omdat ze er een beetje links uitzien. Daar vind ik al wat van. Dan kan je mij ook aanhouden, denk ik. Maar goed, het is natuurlijk het goed recht van de Eftelingbeveiliging om tassen te doorzoeken. Ja, weet je, vind je dan geen tomatensoep, geen spandoek en geen lijm? Dan heb je volgens mij geen poot om op te staan. En dan kan je die mensen gewoon lekker een leuke dag park laten beleven. Je kan ze inderdaad hooguit een beetje op een afstand in de gaten houden. En als ze dan toch aanstalten maken om iets van een protest te ondernemen, hoe dat dan ook zou moeten plaatsvinden zonder hulpmiddelen. Uh, Daar kan je alsnog ingrijpen, maar dit gaat wel heel erg ver. Ik denk dat dat wel de ideale manier was geweest om het op te lossen. Gewoon in de gaten blijven houden. Maar, maar dit slaat toch nergens op? Omdat je er een beetje links alternatief uitziet, uit wordt je het park uitgegooid? Nee, maar dat is denk ik niet wat er is gebeurd. Hè. Want um, ik kreeg het idee dat Efteling hier ergens zo'n zaakje zo vruigend op orde heeft. En dat bekend was dat deze mensen, want ze hadden al eerder geprotesteerd ook tegen Total. Hè. Um, dus dat, dat mag natuurlijk verder gewoon in Nederland. Alleen dat het dus schijnbaar ergens wel geregistreerd is. En ze wisten al dat dat het geval was. Dat linkje hebben ze vrij snel gelegd. Het is niet dat ze daar per ongeluk hadden ontdekt of zo. Volgens mij is dat ik de reden dat ze uiteindelijk die tassen zijn gaan doorzoeken en zo. Ja, maar je bent in Nederland toch onschuldig tot het tegendeel bewezen is. En ze waren bezig met het tegendeel uh, proberen te bewijzen. Dat ja, maar, is, maar dat is niet gelukt. gelukt. Nee, dat is niet gelukt. Nee. Maar stel me ook wel gerust dat als het dus het is een beetje in deze situatie een beetje vreemd, maar stel je voor er is een terrorist of zo, weet je wel, en er is een lijst met mensen die daar staan en die uh, spot je dan schijnbaar. Hebben ze daar dus wel de middelen voor of zo? Oh nee, maar ik geloof dat de Efteling de beveiliging ook echt wel goed op orde heeft. Maar je kan ook doorslaan. Ja, nee, dat is hier gebeurd. En er zijn misschien wel wat meer voorvalletjes geweest in de afgelopen maanden met een drone of zo. Bijvoorbeeld. <laughs> dat is precies waar ik aan moest denken, ja. Nou ja, ik, uh, ja, ik zou hier toch uh, meer een gulden middenweg in uh, willen opzoeken. Niet in het geval van terrorisme of terreurdreiging nee, trouwens, nee, maar niet. in dit geval. En hey, dan iets van totaal andere orde. Uh, Hollands Next Topmodel vindt dit jaar deels plaats in de Efteling vanaf 7 oktober op tv. Nou, dan kun je mooi weer een seizoenje gaan volgen, Tim. Heb je, dat ik, je ooit gedaan? Euh, heb dit nooit gevolgd? <laughs> nee. Ik, ik, ik denk dat ik in het verleden wel eens ooit een paar afleveringen daarvan heb meegepikt, ja. Maar wel uh, weer zo'n uh, voorbeeld van de samenwerking tussen RTL en Videoland en de Eftelingen. We zeiden het al eerder, hè? Ideaal was de Efteling. Nou ja, eigenlijk is de uitspraak van de inventaris, maar goed. En dan nog een, een kijktip. Want een vriend van de show, Chris van der Zanden, die uh, mag af en toe foto's maken voor de Efteling. En een deel van zijn foto's is gepubliceerd door de Efteling op social media. Die ja, hij heeft ze zelf ook nog mooi samengevat op Twitter. Uh, van droomvlucht. En uh, dan ja, vanuit standpunten waar wij meestal geen foto's mogen maken, Tim. Dit is echt uh, enorm vet. Met vooral de scherpte, diepte en zo, die die hierin uh, toepast. Is echt. Uh, oh. sublieme foto's om je vingers bij af te likken. Nou, dit zijn gewoon posterwaardige foto's. We zetten een uh, linkje in de show notes naar de Twitter-account van Chris. Hey, Fons Jurgens is binnenkort de gast in de Loopings podcast. Bij onze grote vriend Wessel. En wat leuk is, is dat je zelf een vraag kan insturen voor Fons, die Wessel dan gaat stellen. Dat kan tot 27 oktober. En heb je een leuke vraag, dan kan je die mailen naar Fons@loopings.nl. En daarbij is uh, Loopings met drie O's geschreven natuurlijk. Ik moest wel lachen. We kregen laatst een stukje feedback van Jons Vurgens. <laughs> dat was ik wel smakelijk om lachen. Ja, daar hadden we misschien ook wel een beetje over gegrapt in. Uh... Dus glazenbolaflevering. aflevering <laughs> hey, En op zondag 27 oktober vindt natuurlijk de Efteling en Antropiek uh, Verzamelbeurs plaats in uh, de voorste venne in Drunen. De organisatie daarvan die is in handen van een, uh, een nieuw team. Bestaan uit verschillende mensen die uh, ook bij eerdere de Vijf sint betrokken waren. Waaronder natuurlijk uh, onze grote vriend Carlo. Maar zij zijn nu eigenlijk met een uh, apart clubje deze beurs gaan, uh, gaan organiseren. er is inmiddels wat meer bekend over die beurs. Wat kunnen we zo al verwachten? Nou, natuurlijk ontzettend veel kramen. Waarin je allerlei Efteling- en antropiek items kunt kopen. Dat is natuurlijk de basis van de beurs. Maar er is ook een enorme line-up van, nou ja, eigenlijk toch wel van Eftel-fluencers, van pretpark-fluencers. In ieder geval ja. bekende uit Fensin. Maak ze steeds specifieker, ja. Ja, die daar allemaal acte de présence zullen geven. Onder meer Niels Koijman is er. Bram Elstak, natuurlijk bekend van de Tattoos. Dutch Theme Park Network. De Mini Efteling staat er. Daarnaast de natuurlijk zeer creatieve Warren. Maar ook Dennis Pestman, bekend van de Efteling Pins. Emiel Schaap staat er. Natuurlijk ook een hele creatieve Efteling-fan. Maar ook Villa Pardous heeft er een stand. En er is een special guest. Wat nog een groot mysterie is wie dat gaat zijn. Wij zijn het in ieder geval niet, heb Nee, nee. Overigens was er lange tijd sprake van dat we helemaal niet naar die beurs konden allebei. Maar <laughs> dat is toch nog de laatste minuut veranderd. Dus wij zijn er uiteindelijk wel die dag. Maar niet per se om in de belangstelling te staan. We zijn geen onderdeel van het officiële programma. Dat het daarop houden. Nee, wij struinen gewoon zelf een beetje rond. Zeker. En uh, nou, wie de special guest is, wij weten het ook nog niet. Dus we zijn wel benieuwd. Nu is het trouwens wel dit jaar dat uh, je moet betalen voor entree. Een ticket kost uh, 2 euro en uh, kinderen zijn gratis. En het komt eigenlijk, ja... De beurs die wordt ieder jaar weer groter en groter. En uh, daarmee stijgen natuurlijk ook de kosten voor uh, de organisatie. Ja. Tim, zijn er nog wat dingen te melden uit de periferie van de Efteling? Ja, er was natuurlijk uh, in de vorige nieuwsaflevering uh, nieuws over het feit dat er een illegale reef had plaatsgevonden op het Hooispoor. Eigenlijk aan uh, de zuidelijke rand van uh, het Eftelingloze land. Ik denk, ik uh, ga toch maar eens polshoogte nemen wat die reef nou veroorzaakt heeft in het gebied. Uh, helemaal niks. Oh, oké, okay. rustig. <laughs> dat ziet er <laughs> dat al... Nee, precies. Het ziet er allemaal nog precies hetzelfde uit uh, daar in de natuur als uh, voor die reef. Dus dat is een hele geruststelling. Valt me wel op dat uh, Natuurmonumenten nu ook uh, op het Loonse Land bezig is met, uh, met hun aanpak om uh, Amerikaanse eiken uh, om te hakken. Net zoals ze in de Loonse Drunse Duinen doen. Dat trekken ze nu dus door naar het, uh, het Loonse Land Natuurgebied. En dan nog een update over de toeristenbelasting in de gemeente Loon op Zand. Want er is aangekondigd dat die in 2026 omhoog gaat. Dus let op, nog niet volgend jaar, maar het jaar daarna. De verhoging van de toeristenbelasting levert de gemeente dan jaarlijks 1,8 miljoen euro extra op. Dan kunnen we nog een mooie projecten vanuit uitvoeren, Tim. Ja. En gasten van hotels en vakantiehuizen gaan meer betalen dan bezoekers van campings. En groepsaccommodaties zijn wel uitgesloten van die extra verhoging. Want ja, die worden veel de jongeren gebruikt en die willen ze dan een beetje ontzien. Ja. Even dus belangrijk, want ik kreeg hier een keer een vraag over van een luisteraar, kan ik me herinneren, dat dit ook invloed zou hebben op de abonnementsprijzen of de toegangsprijzen van de Efteling. Maar dat is natuurlijk niet het geval, want dit gaat puur over overnachtingen en niet over toegang tot dagattracties. Ja, en, en dit wordt in principe ook, ook uh, losgehouden als bedrag. Hè. Dus als jij bijvoorbeeld naar de website van de Efteling gaat voor een overnachting op uh, Bosrijk of Loonsland, dan zie je bij de prijzen van die overnachting nog niet die toeristenbelasting, die wordt eigenlijk aan het eind van de rekening nog los toegevoegd, omdat die natuurlijk rechtstreeks naar de gemeente gaat. Ja, ja, en, um, en die geval gaat dus pas in 2026 in... omdat ze voor komend jaar afspraken hebben gemaakt... met ondernemers in de sector om die nog uh, niet door te voeren. Ja. En dan gaan we door naar reacties van luisteraars. En uh, daarbij kregen we een mail van Maurice van Onna... en Tim, die was enigszins gefrustreerd. Hij schrijft, goedemiddag. Ik zit zoals elke maandag jullie geweldige podcast te luisteren. Ik hoorde Tim de opmerking maken over het feit... dat veel mensen vaak direct doorlopen bij sprookjes... zoals de Chinese Nachtegaal, Assepoester, et cetera. Dit valt me ook steeds vaker op... Mensen lijken niet meer het geduld te hebben om naar iets te luisteren. De suggestie dat dit te maken heeft met het grote aanbod in Efteling gaat er bij mij echt niet in. Ligt het niet gewoon aan deze tijdsgeest? We zijn gewoon gewend om direct beloond te worden. Denk aan YouTube, TikTok, Netflix. We scrollen overal doorheen. Als we een sprookje binnenlopen of zien, worden we niet meteen beloond, dan lopen we, slash scrollen, we gewoon door. Ik vraag me af, wat betekent dit voor de lange termijn voor kijksprookjes? Komt er niet een tijd dat we dit gewoon niet zo interessant meer vinden? Met vriendelijke groet Maurice. Hmm, interessante vraag. Ik weet niet of dat dit wat betekent voor de kijksprookjes. Nou ja, tenminste dat ligt er een beetje aan hoe dat die, uh, de, de, de definitie van kijksprookje toepast. Ik denk namelijk dat een sprookje waar je gewoon even bij kunt kijken en weer doorlopen. Zoals uh, een prinses op de die dan nu natuurlijk aan zit te komen. Ik denk dat dat dan beter aansluit op de huidige scrollgeneratie Dan uh, een showtje als bij Assepoester of bij Chinese Nachtegaal waar je drie, vier minuten moet stilstaan. Ik ga er vooral vanuit dat het over die, uh, die showtjes gaat. Dat hij ja. dat bedoelt. Maar ik denk wel dat die shows wel korter zullen worden. Korter, sneller, meer te zien. Ja, ja, dat, ja dat zou wel kunnen, ja. Maar op die loesproken heeft het denk ik weinig invloed. Omdat je daar krijg je dus wel meteen die beloning. Als het daar al in zit, hoor. En ik denk dat het wel ergens klopt. Alleen er is wel een. Dus ik voel zelf wel een andere aantrekkingskracht in dingen die je bezoekt. En in fysieke zaken... Well, ja, misschien ben ik ook niet het beste vergelijksmateriaal. Dat we al wat ouder zijn. Hè? Misschien ja. net, net voor die generatie... nog hebben gezeten. Wij zijn beide bijna boemers. Ja, maar ook bij mijn kinderen merk ik toch wel... dat die ook op beeldschermen... sneller willen skippen naar het volgende... dan dat ze dat in de echte wereld doen. Zeg ja. maar. Dus ik denk dat daar nog steeds wel een verschil zit. En dat dat ook de... Unieke eigenschap blijft van uh, ja, dingen die je gewoon kunt bezoeken. Of het nou een attractiepark is of een museum of uh, net wat dan ook. Maar ergens is het wel zo, ja, dat... En dat is ook gewoon wel ver veranderingen in media in het algemeen. En nogmaals, ik denk dat er wel een klein verschil zit. Misschien wel een groot verschil is dus tussen fysieke dingen en media. Maar als je oude films bekijkt en die vergelijk je met moderne films... ook het tempo daarin ligt veel hoger. Ja, zeker ja ik denk misschien kunnen we die vergelijking met de efteling ook maken Tim dat sprookje is vroeger wat gerekter, misschien waren dan nu nou ja aan de andere kant als je kijkt naar het sprookje van de Indische Waterladies uit 1966 daar zat het wel goed met die spanningsboog kort verhaaltje daarna een show met goede muziek waarin heel veel gebeurt in korte tijd nou, en weer door nou oké okay, dan, dan wil ik het dan met je oneens zijn want er gebeurt eigenlijk niet zo heel veel hoor, in die show nou, okay. <laughs> ik denk dat daar de aandacht al langer vastgehouden wordt omdat er gewoon veel te zien is en goede, leuke muziek ja, nou, en wat ik dus zelf wel zie in de Efteling, want ja, er zijn zeker mensen die doorlopen, maar dat doet ook absoluut niet iedereen. En dat echt wel mensen gewoon het hele showtje willen meemaken. Of je komt binnenval een beetje aan het begin en je weet van, nou, ik heb misschien iets gemist, maar was misschien niet zo essentieel. Dan nou, blijft iedereen toch staan totdat, nou, niet iedereen, maar er blijven toch een hoop mensen gewoon staan totdat het show is afgelopen. Nou, mijn ervaring de laatste tijd bij het meisje met de zwavelstokjes of de Chinese nachtegaal of assepoester is toch dat vrijwel niemand blijft staan, hoor? Nou, nee, dat is niet mijn ervaring eigenlijk in de afgelopen bezoekjes. Oh. Nou, misschien moeten we het bij onze luisteraars neerleggen. Maar je veel tijdens schoolreisjes geweest, in? Nee. Nou, want ik kan me voorstellen dat daar misschien het niveau van nee, skippers wel hoger ligt. Zelfs vooral gezinnen met kinderen. Die zo'n sprookje binnenlopen, tweetellen kijken en weer doorlopen. Nou, nee, nee, ik heb toch wel bij de initiatiewaartleiders staan staan met een groep uh, 30, 40 andere kijkers. Ja, ik denk dus dat bij de initiatiewaartleiders dat het daar nog het beste gaat. Dus misschien ligt het gewoon wel ook deels aan de uitwerking. Ja, ik, bedoel, ik, ik denk, denk dat uh, Maurits zeker wel een punt heeft, hoor. Maar ik denk dat het... Uh, Misschien ligt het aan het storyboard. Ja. Nou. Um, we kregen ook nog een berichtje van Rick Overheem. En die schrijft... Hey Tim en Paul, tussen het huis van de Vijf Sintagen en het theater... staat nu de Oud-Hollandse gebakkraam. Een prachtige kraam vol lekkernij. Helaas zie ik daar zelden iemand wat kopen. En ik denk dat dit komt door de plaats van deze kraam. Zou deze gebakkraam niet beter passen op het Anton Pieckplein? Oh. Ja. Thematisch uh, past die daar denk ik sowieso. Ja, en het is natuurlijk nu ook een soort van tijdelijke plaatsing... Joh, waar die nu staat... En het is wel zo dat het moment van de dag waarop je daar bent, enorm veel invloed heeft op dat je daar iemand iets ziet kopen of niet. Want ik zie het wel regelmatig gebeuren. Maar de hoek waarin die staat is ook niet echt heel aantrekkelijk op dit moment. Nee, maar je komt natuurlijk straks terug op een andere plek in het eiland van de Vijf Zintuigen. Ja, daar gaan we voor het gemak van uitje. Ja. En inderdaad, met, met de uitloop van het park en tijdens de Aquanura doet hij volgens mij wel wat aan omzet. Ja, volgens mij zou een gebakkraam ook prima staan aan de dubbele laan ter hoogte van het Efteling Museum bijvoorbeeld. Ook daar, ja. in het doorloop. Ja, want het Anton zelf is daar geen plek meer voor, denk ik. Maar zo aan het, aan het dubbele laan lijkt hij me fantastisch. Dan is thematisch staat hij daar prima, zo in de buurt van uh, het suikerhuis en de Zoete Inval. Misschien wel een klein beetje kannibalisme uh, op die twee horecapuntjes. Maar daar staat hij wel mooi aan een, uh, aan een drukke weg. Nou, maar het is wel een punt dat het past wel bij het Anton maar daar heb je de ruimte inderdaad niet. Daar ja. zou het de enige tegen zijn. Ja, en misschien het feit dat je daar al zoveel verkooppunten van zoetwaren hebt. Dus ik nog de suikerbuik, de horen is overvloed. Dus het ligt overlap met die wafels. Ja. Ja. Hm. Dus thematisch wel, maar ik denk qua aanbod dat het harder nodig is bij de uitgang. En daar kan die wel meer doen dan hij niet doet. De oude plek waar die stond, daar liepen er gewoon in de ochtend al tegenaan. En dan wist je ook van oh, als ja. we naar buiten gaan, dan hebben we dan nog een optie. En die lopen er een beetje zo schuin langs af en zie je niet echt goed wat er allemaal te halen is. Zit soms ook nog dicht. Nou ja, dit gaat natuurlijk allemaal ver, uh, veranderen zodra het, het eiland zonder vijf zintuigen klaar is. Ja, dat sowieso, ja. Hé, hey, voordat we doorgaan en dan, en dan nog dit. Misschien goed om te melden dat we binnenkort uh, twee reacties van Luisteraars aflevering gaan uh, opnemen. Eentje natuurlijk van uh, Kleine Boodschap gewoon. We hebben al heel veel Efteling gerelateerde vragen, dus uh, dank daarvoor. Maar we willen ook een reactie van Luisteraars aflevering opnemen voor uh, onze andere podcast, De Buitenwereld. Uh, en daarvoor zijn uh, nieuwe vragen nog zeer welkom. Dus heb je een vraag aan ons over... Onze reizen over reizen met kinderen of andere vragen aan ons... die uh, voor de verandering niks met de Eftelingen uh, te maken hebben. Uh, stuur ons die dan gerust. Dan kunnen we ook daar een uh, leuke reactiesaflevering van maken. En uh, nou ja, aan het eind van de aflevering herhalen we natuurlijk nog even... waar dat al die vragen naartoe kunnen. Uiteraard. Dan gaan we toch door en dan nog dit in. En dan hebben we denk ik eerst een gedeeld puntje. Ja, wij zijn allebei naar uh, de Tomo Fair geweest. Ja, daar waren we voor uitgenodigd door een uh, luisteraar die in de organisatie zit... Uh, was een aantal weken geleden in Nijmegen. Ja. Ik, hij vindt op meer plekken plaats in Nederland. Maar wij zijn naar de Nijmegen Editie geweest, wat volgens mij de grootste is, als ik het goed begreep. Ja, volgens mij wel. En uh, mocht je nou afvragen: wat is de Fair? Oh, dat is een goede vraag, hè? Uh, Japanse markt, of doe ik het dan tekort? Japanse evenement. Ja, eigenlijk, Tim, kun je wel zeggen dat dit een beetje de Japanse uitvoering is van de Anton Piek en Efteling verzamelbeurs? <laughs> ja, inderdaad. Al zijn er iets minder mensen die met hun eigen verzamelspullen daar staan en die willen ruilen. Maar er zijn heel veel mensen die gewoon. Waren met Japanse invloeden daar proberen te verkopen. Soms ook wel echt handgemaakte zaken en zo. Ja. Dus, en, en er zit ook wat horeca bij. Ja, wat optredens. Dat Ook nog, ja, ja, klopt ook ja, optredens. Ja. En je kunt computerspelletjes spelen. Met name als ze uit Japan komen natuurlijk. Ja. Kan je ja. ook zingen. Eigenlijk best wel veel te doen. Ja, wat ja. vond je ervan? Nou, um, wij gingen daarheen met een beetje de hoop dat we het Japangevoel, zoals wij dat tijdens de vakantie hadden, weer uh, konden vinden. En dat lukte niet echt. Uh, ik, ik weet ook niet echt waar dat in zit. Maar het zal wel uiteindelijk gewoon zijn. Ja, het is niet Japan natuurlijk. Maar, maar je, hebt, je hebt wel de invloeden. Uh, maar het was wel gewoon verder een, een heel vermakelijk uh, evenement om uh, overheen te struinen. Ja. We, zijn vooral, we hebben vooral op de markt veel gestruind. En wel één of twee van de optredens gezien. En nog wel gegeten daar. Eigenlijk te weinig de videogames gespeeld. Want het was echt een heel hoekje waar nog... In, in zo'n zaai ja, ruimte of zo weet ja. je wel. Ik weet niet of je die hebt gezien. Ja. Met allemaal oude arcade kasten en uh, kon je volgens mij ook race of zo met zo'n uh, zo auto baantje. Nou, in ieder geval, er is dus van alles te doen, wel kun je horen. Uh, ook moet trouwens wel zeggen dat de waren die je er kunt halen, dat die wel, dat we die ook in Japan zelf op veel plekken hebben gezien. Zeker niet alles, maar een aantal van die, zeker al die actiefiguren en zo, die, uh, die hebben we ook wel vaak uitgestald zien staan. En wij hebben elkaar echt exact net misgelopen. Ik heb jou de parkeerplaats af zien rijden omdat die vol was nog en toen ging je een ander plekje zoeken. En dat is het enige wat wij van elkaar hebben meegekregen aan ja. die dag. Ja, ik moet zeggen, voor, voor mij was het nieuw. Uh, wij waren nog nooit op zo'n Japanse beurs geweest. Ik vond het ook leuk om een keer meegemaakt te hebben. Uh, Anne en de meiden ook. Want ja, die hebben allemaal toch wel een fascinatie voor heel veel Japanse zaken, heel veel kawaii zaken. Ik heb erg genoten van mijn matcha-pannenkoek. En ja. nou ja, weet je, sowieso leuk om, om rond te lopen. Alles wat, wat apart is of waar mensen hun passie in kwijt kunnen, vind ik leuk. Ik voelde me wel oud en ik voelde me wel saai. <laughs> Want er, werd ook, er waren ook heel veel mensen die daar in hun cosplay-outfit waren. En ik moet zeggen, ik vind het toch altijd wel tof als, als mensen naar zo'n evenement komen. En ze kunnen daar echt helemaal zichzelf zijn en, en ook hun, nou ja, hun passie in kwijt. Uh, wat ze misschien in het dagelijks leven niet kunnen. En uh, nou ja, dat was hier overduidelijk uh, wel aan de hand. Dus uh, ja, heel tof dat hier uh, iedereen met een passie voor uh, al wat Japans of Aziatisch is uh, gewoon uh, naartoe kon komen. En uh, lekker zichzelf kon zijn. Hing een uh, prima vibe. Maar ik moet zeggen, het hakte er wel in qua indrukken. Ja, ik kan wel overprikkeld raken. Ja. Dus het is veel, uh, veel van alles. Maar... En uh, daar heb ik niet snel als pretvraag geliefd. Nee, maar ik denk dat er wel een hele set aan mensen is die juist exact daarvoor komt. Ik moet overigens zeggen dat als je erheen wil gaan, je hoeft absoluut niet in cosplay te gaan. Hoor. Je kan daar gewoon niet in je en uh... daar is geen enkel probleem. Precies zo wij het ook hebben gedaan. Hè? Maar mocht je het wel willen, dan is dat wel de place to be. Ja. En jij hebt er nog uh, spannende zaken gedaan over de planning, Paul? Oh, extreem veel, Tim. Maar uh, die zijn niet van nu. <laughs> ik wil vooral één ding nog, uh, eigenlijk nogmaals aanhalen, we hebben het eerder deze aflevering al over gehad. En dat is uh, onze actie voor Villa Padus. Uh, ik vind het echt enorm vet om te zien hoeveel mensen daar uh, aan meedoen. En uh, nou, daar wil ik eigenlijk iedereen op dit moment alvast voor bedanken dat ze dat doen. Nou, we vallen misschien een beetje een herhaling, Maar we doen dus echt een enorm mooi goed doel. Uh, we hebben er zelf best wel veel ervaring mee. Ja, gelukkig niet in de praktijk, want daar is ons bespaard gebleven, mag je wel zeggen. Uh, maar we hebben toen die rondleiding daar gekregen. En nou, we krijgen hier in de omgeving er veel van mee. Kun je of jij dat ook hebt, Tim. Ik zie ook best wel veel activiteiten plaatsvinden vanuit Villa ja. Pardoes hier in de omgeving. Heel veel mensen die ik ken die er vrijwilliger zijn. Ja, dat ook. Ja. Ik zie bijvoorbeeld ook regelmatig uh, een stoet met uh, paardenkarren langskomen. Ja. Waar dan dus ook gezinnen van Villa uh, mee gaan. Ook vrijwilligers die dat doen. De familie Beck heeft dat ook een hele tijd gedaan, trouwens. Ja, initiatief van Paul Beck nog. Oh, ook nog. Ja. Ja. ja, die hebben het ook heel lang gedaan. Volgens mij zijn ze er wel, uh, ja. nou, lukt het nu met qua gezondheid niet meer. En je ziet bijvoorbeeld ook dat heel veel lokale clubs en zo daaraan bijdragen. En dat mensen daar gaan koken. Gewoon een hele mooie organisatie die um, ook veel meer doet dan alleen voor het zieke kind te zijn. We kregen laatst een hele mooie mail van een luisteraar, die zullen we uh, niet delen. Maar die gaf aan dat ze dus ooit daar is geweest met haar gezin. Als niet ziek kind. En dat het ook een moment was voor haar dat ze echt gewoon ja ook de tijd van levert En dat ze ook echt gezien werd. Want je kan je voorstellen dat in dat soort gezinnen het heel erg vaak gewoon draait om het kind. Ja, wat extra aandacht nodig heeft omdat die ziek is. En dat is heel begrijpelijk, natuurlijk. Maar op zo'n moment dat zo'n gezin daar komt. dan kan iedereen echt volledig ontzorgd worden. en dan is er voor iedereen tijd, zeg maar. En dan kan je echt weer een beetje je normaal gezin voelen. En met als grote voordeel dat je dan ook een Efteling in de buurt hebt. en zo waar je dan ook nog heel veel mooie avonturen kunt beleven. En alsof er verder niks aan de hand is. En dat is echt hetgene wat Villa Pardus doet. en nou, dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Daarom doen we ook mee aan die actie. Daarom hopen we ook een hoop geld op te halen voor Villa Padus. En uh, nogmaals, als je niet meedoet zelf, maakt niet uit. Je kunt op iedere manier een steentje bijdragen. Want je kunt dus, nou je kunt in principe de muts straks kopen. Maar je kunt ook gewoon dus een donatie doen aan een van de deelnemers. Je kunt ook sowieso een directe donatie doen aan de Filip, dus dat is ook helemaal prima. En het maakt niet uit of dat dan maar. of, of een paar euro, het mag uiteraard meer zijn. Daar zijn ze heel blij mee. Maar iedere euro helpt hier gewoon bij. Uh, dus denk niet van, uh, oh ja, ik heb maar een paar euro die ik daaraan kan uh, besteden. Echt iedere euro helpt hierbij, want ja, kleine beetjes in grote getallen die doen ook enorm veel en die gaan gewoon hele gezinnen daar een hele mooie tijd laten blijven. Ja, en super mooi dat we dit uh, dadelijk met 150 uh, of misschien wel meer luisteraars uh, dat we hier voor uh, Villa Pedus aan, uh, aan de wandel gaan, hè? Ja, zeker. Nu wil ik eigenlijk uh, belaten Tim. Ja. Nou, Tim, dan ben ik toch eigenlijk wel benieuwd om wat jij allemaal op tijd Want ik heb het idee dat jij naar een pretpark in uh, nou, is dat het midden van het land geweest? Ja. 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 Vertel. Ja, nou ja, ik moet sowieso wel zeggen dat oktober bij ons thuis echt de Halloween-maand begint te worden. Want uh, de kids die zijn ineens helemaal fan geworden van alles wat met Halloween te maken heeft. En uh, daar gaan wij ook lekker in mee. Dus waar we vroeger niks met Halloween deden, uh, er staat nu zo'n beetje en ons huis en de hele planning van de hele maand oktober in het teken van Halloween. Maar ik heb inderdaad uh, oktober afgetrapt met een bezoekje aan uh, de WadiBe Holland Halloween Fright Nights. Niet met het gezin trouwens, met uh, een, een vriend en uh, daar ook weer de kids van. En ja, we hebben weer een uh, topdag gehad. Ja, misschien even voor de luisteraars die het vorig jaar hebben gemist, toen ben je voor het eerst daarheen ja. geweest. Uh, we zijn natuurlijk altijd, nou, zijn we sceptisch geweest daarover, weet ik niet. Maar in ieder geval, het is een evenement dat we niet direct vinden passen bij de Efteling. Dus nee. dan wordt het al meteen een beetje zo'n tegenstelling, weet je wel, dat het dan allemaal op zo'n walibis gaat. Ja. Maar jij hebt toen enorm genoten, Ja, absoluut. En deze keer weer. Kijk, dat is goed, ja. om, goed om te horen. Een hele toffe dag gehad. Uh, een beetje op tijd gekomen dat we van tevoren nog uh, wat achtbaantjes konden doen. Wel de drie hoogtepunten van het park gedaan. Een keertje in Goliath, een keertje in Untamed. Wat echt, echt, echt. Oh, wat een lekker baantje is dat zeg. Untamed, heerlijk. Oh, beste baan van Nederland? Als je kijkt naar de totaalervaring, dan, dan ga ik toch voor Baron. Maar misschien ja, okay. qua achtbaanervaring, uh, ja, ja. Qua achtbaanervaring, ik, ja, ja, ik ben ja. het ja. daarmee eens. Ik vind het de beste, leukste achtbaan van Nederland. Uh, of Phoenix ook wel in de buurt komt. Maar nee, Untamed, uh, de het De wind Untamed wel, uh, waar mij terecht. En uh, Express Platform 13 blijft ook een leuk baantje. <laughs> ja. En ja, hele toffe avond gehad. Alle scare zones wel één uh, of twee keren bezocht. In het licht en in het donker, natuurlijk uh, in de area geweest. Waar uh, Eddie de Clowns en Shows heeft, heel tof. Uh, een tweede keer in Wicked Woods gegaan. Uh, een soort van ja, experience in de bossen eigenlijk. Een beetje in het teken van, uh, van heksen. Wat uh, heel erg uh, spannend is. En twee nieuwe ervaringen gedaan. Vorig jaar was ik natuurlijk al heel enthousiast over het spookhuis Below. Hebben we dit jaar niet gedaan. Uh, we hebben twee nieuwe huizen gedaan. We zijn in Us versus You geweest, het uh, nieuwste huis. Daar heb ik een hele loopingspodcast over gehoord volgens mij. Ja, was ik zelf niet heel enthousiast over. Ja, Bij Loopings was er ook niet per se enthousiast nee. over. Nee. Dus als je wilt weten waarom niet, dan zou ik zeggen: luister vooral de loopingspodcast. Wat ik wel heb gedaan, waar ik wel heel enthousiast over was, is uh, de Experience Slaughterhouse. Mm -hmm. Ja, is, ze noemen het zelf geen spookhuis, maar een experience. En dat komt, het is eigenlijk een attractie, ja, je gaat zitten op een soort ja, microscopische droomlucht. Ja, eigenlijk <laughs> ja. wel. Ja, je hebt je goed, goed ingelezen, Paul. En ja, het verhaal is eigenlijk dat de varkens in opstand komen. En in plaats van dat de mensen de varkens slachten, slachten de varkens nu de mensen. En jij gaat dus als mens, als waar je een varken, door een hele slachthuiservaring heen. En wat wel even wennen was, is in heel veel spookhuizen en ook in de scare zones is het beleid. De scare actors komen niet aan jou. Nou, in Slaughterhouse echt wel. En dat wordt af en toe best wel intens. Ik zal het niet spoilen, maar heel intens, heftige spookervaring. Maar ik heb echt enorm van genoten. Dus ja, topavond gehad. Uh, hing een goede sfeer. die uh, beeld echte faciliteiten goed op orde. Heel veel extra horeca. Toilet, meer dan voldoende toiletten. Netjes schoon beveiliging ook echt in ruime getalen aanwezig. Uh, ik had af en toe zelfs zoiets van, nou hier kan de efteling nog wel een puntje aan zuigen. bijvoorbeeld op het gebied van horeca en toiletten. Dus uh, heel goed. Voorbeelden van de horeca, wat ze daar echt enorm gededen. Nou ja, ze hebben natuurlijk zelf een basisaanbod, maar dat hebben ze aangevuld met enorm veel uh, trucks, Wel waarschijnlijk van externe exploitanten. maar die zijn er in zo'n enorme aantallen op grote pleinen vaak, uh, met een enorm divers aanbod. Dus je hebt zoveel lekkers uh, waar je uit kan kiezen. Ja, misschien werkt dat dan toch beter dan dat je alles met eigen mensen en je eigen horecaafdeling doet. Hè? Want dan is toch vaak de afweging van hoe efficiënt is dit, hoeveel afschrijvingen hebben we, hoeveel personeel kost het. Terwijl, ja, als je allemaal trucks laat komen, die doen gewoon allemaal hun eigen handeltje. En ja, die kijken daar misschien minder naar die efficiëntie. En daardoor heb je wel een heel breed horecaaanbod. Dat is zeker waar. Ja, ja. Dus ik heb goed en lekker gegeten, maar nou ja, het was gewoon een topcombi van uh, de, de, nou ja, ik denk de heftigste Halloween-ervaring van Nederland. Plus vette achtbanen, plus goede horeca. Starbucks koffie. Nou, wat wil je nog meer? Ik had een topdag weer. Ja, nou, schone toilet en alles ook nog. Ja, precies. Ideaal. Dus uh, nee, top. Ik uh, ben fan van uh, Walibi uh, Holland. En specifiek ook Halloween. Maar... En dan ga je ook nog naar de Toverland. Hoe heet je dan daar? Toverland Halloween Nights? Halloween... Uh, ik heb de kaartjes thuis liggen. Halloween in Toverland, ja, ja, precies. Ja, daar kunnen we volgende keer dan nog eens over hebben. Ja, precies. Ja, die staat al op de planning. En we hebben ook nog meer uh, Halloween Events uh, in gedachte. Dus uh, het wordt een drukke maand. Ja, nog een Halloween Eventje op 31 oktober, denk ik. Ja, precies. Dan de... macabre, <laughs> hebben we ook al het een en ander mee te doen. Dus uh, oktober is weer een drukke maand. En dat, zelfs, dat geldt zelfs voor mij. Ik ga niet eens naar al die Halloween. <laughs> nee, precies. Verder nog uh, bijzondere dingen uitgevreten, Tim? Ja, wat wel leuk was, is dat uh, de oudste dochter voor de tweede keer aan Karo heeft meegedaan. Dus dit was voor ons echt de zesde of zevende keer Caro uh, Blijft een schitterende show hoor. En uh, dankzij dat die 75 minuten duurt en goed betaalbaar is, heeft het ook echt wel herhaalwaarde. En uh, nou, ja, dochterlief was echt weer super enthousiast, heel goed begeleid, heel leuke sfeer. Dus ja, heb je kinderen die, uh, die gewoon puur voor de hobby wat met, uh, met, met theater of dans doen of zo... Laat ze echt gerust eens meedoen aan Caro, want het is super goed georganiseerd. En ze worden echt helemaal aan de hand genomen en uh, overal doorheen geleid. En ze hebben echt een topavond. Uh, nou, niet alleen de kinderen, maar jullie als ouders natuurlijk ook. Dus dat kan ik uh, van harte aanbevelen. Stap je ons ook op de planning in voor de komende periode? Nou, ik ben benieuwd wat je, uh, jij en. Uh, Dochter liever van gaat vinden. Ja, ik ook. <laughs> nou, wat ik ervan ga vinden, weet je, denk ik wel. Gewoon dochter liever van gaat vinden. <laughs> ja, precies. En tot slot nog wat, wat leuke kijktips. Een aantal hele toffe series en films toegevoegd aan Netflix de laatste dagen. Erg genoten onder meer van uh, de nieuwe Zweedse film Strul. Wat een hele toffe combi is van actie en humor. Uh, ook Scandinavisch is de Noorse serie Milliardaire Ruya, als ik het goed zeg. Ik Want, zie het hier staan in mijn scherm, maar ik heb geen flow idee hoe je het Milliardaire, ja, ja, Wat uh, gaat over allerlei intriges in de Noorse zalmkweek. Klinkt heel suf, maar echt een goede serie. Zit echt goed in elkaar. En uh, ook wel uh, heel intrigerend is de serie Monsters. De Lyle en Eric Menendez story. Is een waargebeurd verhaal over twee broers die hun ouders vermoorden. En uh, nou ja, alles wat daarna gebeurt. Heeft me ook heel erg geïntrigeerd. Maar eigenlijk heb ik nog het meest genoten van de allernieuwste Ghostbusters film. Die uh, inmiddels ook op Netflix staat. Frozen Empire, de vierde Ghostbusters film geloof ik. Nee, dat klopt denk ik niet. Nee? Nee, volgens mij heb je ook nog met dames gehad. Nou ja, hij is in ieder geval Ghostbusters Frozen Empire. En ja, dit is gewoon pure cult. Dat is het dit tweede in de laatste reboot. Ja, ja, dit weet je, ik, ik heb als kind met veel plezier altijd naar Ghostbusters gekeken. Ja, dit is gewoon puur jeugdsentiment. Dit is zo vet gedaan. Zo cult. Zo uh, hilarisch en spannend, spannend tegelijk. Echt, uh, als je als kind wat had met Ghostbusters. En uh, dan ga ik er even vanuit dat alle luisteraars zo oud zijn als wij. Dus dat zeg ik misschien verkeerd, maar. Uh, ja, dit was voor mij echt uh, ontzettend genieten. Heel fout, maar daardoor ook wel echt goud. Ik wil je zeker kijken, ik vond die voorganger heel veel makkelijk. En hier komen ook uh, aardig wat uh, oude bekenden in terug. Ook alweer. Ja. Oh, net zoals bij die vorige. Nou, dat was het weer voor deze aflevering. Luisteraars, heb je nou zelf een vraag die je wil insturen voor je iets iets anders kwijt? Dat kan bijvoorbeeld via social media. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je alle kanalen waar wij te vinden zijn en waar je dus ook contact met ons kunt opnemen. Maar contact opnemen kan ook via het contactformulier op de website. En je kunt ook gewoon mailen. Dat doe je naar info.kleineboodschap.com Ja, en dat geldt dus voor al je vragen voor Kleine Boodschap of voor de buitenwereld. Goede toevoeging, ja. En zowel Kleine Boodschap als de buitenwereld luister je in je favoriete podcast app op Spotify, op YouTube of op onze website. En dat is KleineBoodschap.com Daar vind je alle afleveringen, ook de eerste 113 die je niet meer in je podcastfeed vindt. En natuurlijk de show notes, de relevante linkjes die we in de aflevering aanhalen. Luister je ons nou in een app. Zorg dan dat je, je abonneert. Dan mis je geen enkele aflevering. Ook niet de bonusafleveringen. En er zitten nog er wel wat aan te komen de komende tijd. Uh, en we kunnen het ook altijd heel erg waarderen als je ons een rating of een review geeft. Bijvoorbeeld in Apple Podcasts, Spotify of YouTube. Ja, en in reviews geven en zo. Dat is allemaal uh, leuk en aardig. En nogmaals, heel fijn en heel belangrijk. Maar het is helemaal tof als je iemand anders op de hoogte brengt van het bestaan van een Kleine Boodschap. Want uh, nou, zo breiden onze luisteraarsgroep alleen maar uit. En dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe.